Ja, goedenavond. Welkom bij de Bali. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en ik vind het fijn dat u kijkt vanavond. Kijkt naar ons programma De Onbetrouwbare Overheid. En dat heeft misschien enige toelichting nodig. Het toeslagenschandaal legde namelijk de laatste maanden en jaren feilloos bloot hoe de overheid burgers kan vermalen in haar systemen. Pieter Omtzigt, vanavond hier te gast, stond samen met SP-Kamerlid Renske Leijten en de journalisten natuurlijk Pieter Klein en Jan Klein-Nijenhuis aan de basis van de stroom van onthullingen rondom dit schandaal. En het kabinet trad na publicatie van een rapport over deze hele affaire, het rapport van Dam, trad het kabinet af en is dus nu demissionair. Vanavond gaan we proberen om een stap verder te nemen en te kijken hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. En dat doen we in twee delen eigenlijk deze avond. We vragen ons af, hoe kan de overheid niet alleen de opgedane schade goed maken, maar ook hoe kan het vertrouwen onder de burgers hersteld worden? Met andere woorden, hoe kan de overheid komen tot een betrouwbare overheid? En Pieter Omtzigt, die dus aan de basis gestaan heeft eigenlijk van het huidige bewustzijn dat er toch wel wat te doen is, daar komt met voorstellen vanavond, in het eerste deel van de avond. Zijn boek verscheen net, Naar een nieuw sociaal contract. Zojuist verschenen bij Prometheus. Hij zal de eerste 25 minuten toelichten, voorstellen doen daarover. Hoe komen we naar een betrouwbare overheid? En daarna heb ik even de tijd om Pieter wat vragen te stellen over die inleiding, over die voorstellen. En daarna heeft Bali-programmamaker Tim Wagenmakers bij wijze van publiek twee mensen uitgenodigd, want er is geen publiek. U kijkt thuis, er is geen publiek. Maar er moet toch een interactie zijn natuurlijk. Dus we hebben twee mensen uitgenodigd die daar naar luisteren, naar de lezing, naar de voorstellen. Misschien met eigen voorstellen komen, met opmerkingen overkomen. Hoe realistisch is dit? Hoe onrealistisch is dit? We hebben een buitengewoon goed panel samengesteld, vind ik. Alex Brenninkmeijer, hij zoomt in vanuit het buitenland, want hij werkt bij de Europese Rekenkamer en was nationaal ombudsman. Iemand zeer goed gepositioneerd, denk ik, om te zien wat er aan deze voorstellen hout snijdt. De voorstellen van Omtzigt. En Sylvana Simons, politiek leider van Bijeen. Ook hartelijk welkom hier in de studio, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, in de salon van de Bali. Het blijkt toch ook wel dat de overheid, als hij zich onbetrouwbaar opstelt, zoals in toeslagenaffaire, dat het hard aankomt op plekken waar het al moeilijk is. Mensen van kleur, de mensen met mindere inkomens in de samenleving. Dus ook vandaar een bijdrage van Sylvana Simons aan de voorstellen van Pieter Omtzigt. Gesprek onder leiding van Tim Wagenmakers. Ik ben blij dat u kijkt. Het is een buitengewoon actueel, een buitengewoon belangrijk onderwerp. Hoe houden we onze overheid betrouwbaar? Pieter Omtzigt, heel hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. The floor is yours. En we zijn erg benieuwd naar de voorstellen. Dankjewel, Juri. En het is inderdaad even wennen in deze omgeving. De vorige keer was het leuker toen het hier nog vol zat. En dat is niet ten nadele van de mensen die hier nu zitten. En nu herhaal ik het. Waarheid, niets dan waarheid, ligt aan mijn schrijven ten grondslag. Waarheid of schoon ook niet in haar afzichtelijkste naakheid. En de bewijzen ervoor zijn zij niet van verre. Gelooft gij mij niet? Wel nu, bezoek de Leidse fabrieken, riep ik der regering en der volksvertegenwoordiging toe. Gaat en ziet, roep ik nog eens, tot allen die niet geloven aan den moord die er gepleegd wordt, aan die rampzalige kinderen. En gij hebt geen lust of geen tijd tot het onderzoek. Wel nu, let dan op het request van de 30 Leidse fabrikanten. Zij zelfs hebben reeds mijn smeekbrief ondertekend en vragen om een betere toekomst voor die armen. Al kan het niet anders of een wettelijke beteugeling van het kwaad moet voor hen, in den aanvang althans, met moeite en opofferingen gepaard gaan. Moeite en opofferingen die echter al spoedig de Nederlandse industrie ten zegen zullen zijn. Dit schreef Jacob Jan Kramer in 1863 in zijn novelle Fabriekskinderen. Een harde aanklacht tegen de arbeid van kinderen in fabrieken. Hij las het voor in volle zalen zoals deze, waar hij het publiek toesprak en ook Kamerleden. Ook in die tijd geschokte Kamerleden. Leiden was ook in die tijd een korte treinreis verwijderd van Den Haag. Maar de fabrieken waren lichtjaren verwijderd van het dagelijkse leven van Kamerleden. Ze waren geschokt,
Ook al moet je dat in die tijd alleen in de krant lezen, want microfoons en camera's om dat op te tekenen waren er nog niet. Thorbecke, toen minister, stelde een staatscommissie in. Maar het duurde na deze aanklacht en nadat alles duidelijk geworden was, nog 11 jaar voordat het kinderwetje van Samuel van Houten bepaalde vormen van kinderarbeid verbood. Sommige vormen van kinderarbeid. Want kinderen bleven werken op het land en kinderen bleven werken als hulp in het huishouden. Oh ja, en kinderen bleven ook nog werken in fabrieken, want de handhaving was buitengewoon slecht geregeld onder de kinderwet van Van Houten. Ook toen lukte het de Kamer om een oorspronkelijk best goede wet van Van Houten volledig te verbouwen en te verminken tijdens de wetsbehandeling. Maar de echte oplossing kwam pas in 1901, de leerplichtwet. Die zorgde ervoor dat kinderarbeid echt effectief aangepakt werd. En er werd gehandhaafd op de leerplichtwet. Het gaf een alternatief voor kinderen. Ook hielp het dat de lonen iets gestegen waren. Al duurde het nog tot 1966 voordat Nederland een minimumloon invoerde. Waardoor er in ieder geval een minimumstandaard was wat een kostwinner zou moeten verdienen om zijn gezin te kunnen onderhouden. Dat geldig was voor alle sectoren. Het was wel in deelsectoren ingevoerd. U ziet, bepaalde mechanismes zijn buitengewoon herkenbaar. Ook meer dan 150 jaar later. Want wederom worden we geconfronteerd met een regering en Tweede Kamerleden die geschokt reageren op wat zich in het land afspeelt. Het Haagse is losgeweekt van de samenleving en signalen uit de samenleving bereiken de Tweede Kamer maar zeer beperkt. Alleen als een schandaal een enorme omvang heeft bereikt, dan bereikt het uiteindelijk de politiek. En in de tussentijd voltrekt zich een stille ramp. Toen waren het de kinderen in de fabrieken. Nu waren het de ouders en de kinderen in de toeslagaffaire die op vergelijkbare wijze crepeerden, jarenlang. En na de geschokte reacties en ongeloof volgde er geen kordate actie. Nee, het kan heel lang stil blijven. Oorverdovend stil voordat we tot werkelijke oplossingen overgaan. Ook dat is een constante in de Nederlandse geschiedenis. We gaan niet handelen, maar zetten het probleem op afstand van de politiek. We stellen een commissie in, een staatscommissie, om uitgebreid onderzoek te doen. We bekijken het nog een keertje van alle kanten. En alleen wanneer er heel hoge politieke druk ontstaat, komt er beweging in Den Haag. En de beweging betekent vaak dat we iets wat we niet wenselijk vinden, gaan verbieden. Maar of we het onderliggende probleem aanpakken, is dan maar zeer de vraag. Want het verbieden gebeurde in 1874, maar het onderliggende probleem werd eigenlijk pas aangepast met de leerplicht op 1901, die toen overigens pas gold tot de leeftijd van 12 jaar. En we worden vandaag met een vergelijkbare situatie geconfronteerd in Den Haag. Het kinderopvangtoeslagschandaal heeft geleid tot het besef dat er iets grondigs mis is met het systeem van kinderopvangtoeslagen en wellicht ook met een aantal andere toeslagen. Het is dus goed om dat stelsel te gaan hervormen. Maar dit is helemaal niet nieuw. We hebben al jaren ideeën van hoe het stelsel kunnen verbeteren. Je zou de toeslag kunnen baseren op het inkomen van 2 jaar geleden, zodat het geen voorschot is, maar dat de toeslag vaststaat op het moment dat je hem krijgt. En je kunt er een subsidie van maken, zodat het niet zo is dat je zelf 1000 euro kinderopvangtoeslag betaalt en 950 euro terugkrijgt, maar dat je gewoon 50 euro aan eigen bijdrage betaalt. En toch is het al die jaren niet gebeurd. Er zijn trouwens ook partijen die de kinderopvang gratis willen maken. Dat leidt overigens weer tot andere problemen, kan ik u verzekeren. Maar het lost wel het probleem op van de grote terugvorderingen. Dus lossen we het schandaal op met de hervorming van de kinderopvangtoeslag? Ja en nee en nee. Ja, de kinderopvangtoeslag wordt robuuster. Als ouders op basis van een al vaststaand inkomen of een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moeten betalen. Maar nee, het lost niet alle problemen op. Want gratis kinderopvang creëert problemen. En zal op korte termijn ook grote tekorten aan opvangplekken voor kinderen veroorzaken. In grote delen van dit land waar nu al een tekort is aan opvangplekken. En we lossen de problemen van de woekerwinst die durfkapitalisten in de kinderopvangsector halen ook nog niet op. Maar het echte probleem is, we lossen het onderliggende probleem niet op waardoor dit schandaal ontstaan is. Want het schandaal is het gevolg van een aantal processen die erg op elkaar ingrijpen. En het is nodig om die processen eerst te ontrafelen.
die gaan heel diep naar het functioneren van de Nederlandse staat, van de Nederlandse democratie en van de Nederlandse trias politica. Daar zitten zwakke en ronduit rotte plekken. Die houtrot leidt tot een klimaat waarin dit schandaal kon ontstaan en kon voortduren. En in dit klimaat zijn er meerdere van dit soort schandalen, al zijn zij niet alle even zichtbaar. Ik zal proberen in deze korte lezing een paar mechanismes te ontrafelen en voorstellen doen voor hervorming van de staat. Om die robuuster te maken. Om meer tegenmacht tegenover de macht in te bouwen. Niet om te hinderen, maar om de waarheid boven tafel te krijgen en op basis van feiten de goede besluiten te nemen. Een korte lezing, die duurt een half uur. Als u een soundbite wilt, dan zijn er genoeg politieke partijen die dat bieden. U heeft er een stuk of 40 op uw stembiljet. Met mij zult u geen makkelijke oplossingen zien. Het duurt gewoon even om deze dieperliggende problemen op te lossen. Mocht u nog meer tijd hebben, ik heb een wat langere versie geschreven in een boek, een nieuw sociaal contract. En dat zal u een paar uur duren om te lezen. Ten eerste, wij maken beleid op basis van modellen. Wij gaan niet uit van mensen, maar wij gaan uit van econometrische modellen. Als iets in een model een koopkrachtverbetering oplevert, dan doen we het. Als iets in een model leidt tot meer banen, dan doen we het. Maar hoe krijg je meer banen? Je krijgt meer banen door prikkels. En prikkels lijken martelwerktuigen geworden in de werkelijkheid. Want bepaalde prikkels betekenen als het je lukt om het werk te vinden, dan heb je op zich een redelijk bestaan. Lukt het je niet, dan val je heel diep weg. Als je bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent in dit land en je gebruikt niet de helft van je restverdiencapaciteit, valt in de meeste gevallen je inkomen terug, je uitkering terug naar een paar honderd euro per maand. Als je een kleine fout maakt en je wordt van fraude beschuldigd, zijn de boetes zodanig dat je rechtstreeks de schuldhulpsanering in kan. Dit is allemaal heel mooi in de modellen, maar in de werkelijkheid leidt dit tot voedselbanken. Rijden bij de voedselbanken. Leidt dit tot schuldhulpverlening. En rijden bij de schuldhulpverlening waar mensen jaren niet in kunnen. En dan moeten we toch even naar de Nederlandse opzet kijken. Nederland maakt beleid aan de hand van deze modellen. Politieke partijen zullen op maandag hun keuzes presenteren. Maar hoe komen ze tot die keuzes? Is er een denktank? Nee, we hebben in Nederland geen denktank op adviesraad op het gebied van belastingen of op het gebied van sociale zekerheid. Het CPB gebruikt haar eigen modellen. En op basis van haar eigen modellen schrijft zij boeken. Bijvoorbeeld het boek Kansrijk Belastingbeleid. Dat boek Kansrijk Belastingbeleid leert politieke partijen hoe ze de prikkels die er zijn iedere keer nog harder kunt maken. En op basis van die lijstjes die je kunt aanvinken als politieke partij, weet je ook ongeveer wat er uit de modellen komt. Elke ronde leidt tot hardere prikkels. Maar het onderliggende mechanisme en de onderliggende vragen of de belastingheffing rechtvaardig is, of mensen dit nog aankunnen, of het stelsel een eenvoud blijft waardoor mensen het kunnen blijven begrijpen, zij worden niet gesteld bij deze prikkels. Nederland, dames en heren, heeft dus denktanks. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de adviesraden samen hebben minder dan 100 mensen in dienst. De planbureaus, die niets anders doen dan modellen maken, en voor je achtergrond, hier spreekt een gepromoveerd econometrist die u 's nachts wakker kunt maken om modellen te maken, hebben 400 mensen in dienst. En de voorlichters bij de ministeries, dat zijn er in Nederland 700. Dit is een totaal verkeerde verhouding in de Nederlandse staat om tot goed beleid te komen. In deze constellatie zijn ook de toeslagen ontworpen. In deze modellen zit bijvoorbeeld geen onzekerheid. Het maakt niet uit of je als toeslag een voorschot, wat een voorschot is, of dat je kinderbijslag krijgt. Maar waarom zijn de kinderbijslag en de AOW zo populair in Nederland? Dat is heel simpel. Je weet wanneer je de kinderbijslag of de AOW krijgt, dat je hem kunt houden. Dat je aan het eind van het jaar niet een briefje ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank. Wilt u deze AOW of SCB of wilt u deze kinderbijslag terugbetalen?
behalve nog een klein probleem met samenwonen in de AOW, waar ik vandaag niet op inga, krijg je zo'n briefje alleen als je echt gefraudeerd hebt, omdat je die kinderen niet hebt of omdat je gescheiden bent en allebei aanspraak probeert te maken op kinderbijslag voor hetzelfde kind. Maar verder weet je dat je in normale situaties je AOW en je kinderbijslag kunt houden. Hoe anders is dat voor de toeslagen? Dat maakt, zeg ik u, voor het koopkrachtmodel waarop wij ons beleid baseren helemaal niets uit. Het maakt helemaal niets uit of iets een voorschot is, dan wel of het een subsidie is die vaststaat. Maar als u weet hoe horendol worden, mensen worden van de onzekerheid rondom of ze weer zo'n terugbetaling krijgen, dan weet u dat in de werkelijkheid alles wat niet in de modellen zit, namelijk of het een voorschot of een subsidie is, voor een burger buitengewoon van belang zijn. Ik ga u iets vertellen over de toeslagenaffaire. Ook dit zou ik u in een dik boek kunnen doen. Maar ik wil het uiteenzetten in twee fases. De eerste fase is, wat gebeurde er en hoe kon het misgaan en hoe greep niemand in? En fase 2, die hoort ook altijd bij een crime story, is de cover-up. Namelijk, toen we wisten wat er gebeurd was, wat deden we om het onder het tapijt te vegen? Beide zijn essentieel om een aantal mechanismes van de Nederlandse staat te herkennen, te erkennen en op te lossen. De wet was eigenlijk vrij duidelijk. Als je bijvoorbeeld zogenaamd gratis kinderopvang had en geen eigen bijdrage betaalde, dan had je gewoon iets minder kinderopvangtoeslag moeten krijgen. Dus als je zeg 1.000 euro had moeten betalen en je zou 900 euro toeslag krijgen en dat die opvanginstelling die veel winst maakte, die liet je 900 euro betalen, dan was het logisch geweest als je kinderopvangtoeslag naar beneden was bijgesteld naar 800 euro. Om misschien naar 750, om je toch een kleine boete te geven, want je moet die eigen bijdrage wel betalen die we hebben vastgesteld. De eigen bijdrage, de opvangtoeslag, werd dan vastgesteld op 0. En als iemand dat 12 maanden gebeurd was, kreeg je dus een terugvordering van 12 maal 900 euro, dik 10.000 euro. En voor een alleenstaande moeder of iemand met of een gezin met een niet al te hoog inkomen, was dat bijna gelijk aan faillissement of de financiële doodstraf. Want vergeet niet, deze terugvorderingen waren keihard. Daarbovenop kwam nog dus de uitleg van de wet die de Belastingdienst zelf deed, klopte niet. Daarbovenop kwam nog de fraudebestrijding, de kafzaken die u waarschijnlijk gehoord hebt in het nieuws. In die fraudebestrijding werden toeslagen stopgezet, niet opgeschort. En voor niet-juristen klinkt dat waarschijnlijk als hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Want wat er gebeurde is dat toeslagen werden stopgezet voordat vooraf gecontroleerd werd of je gefraudeerd had. En als iets stopgezet wordt, dan moet iets herleven en dat blokkeerde de Belastingdienst. Dus je had van de een op de andere dag geen recht, hoezeer je ook kon bewijzen dat je wel recht had. Maar dat bewijs werd onmogelijk gemaakt. Want in de wet kun je bezwaar indienen en moet de Belastingdienst binnen 6 weken een besluit nemen op het bezwaar. In de werkelijkheid deed de Belastingdienst bij de helft van de mensen 18 maanden over dat bezwaar. 18 maanden zonder kinderopvang is, of je gelijk krijgt of niet, is je financiële einde. Als je dan daar ook niet gelijk kreeg, dan ging je naar de rechtbank. En wat deed de Belastingdienst bij de rechtbank? Ze hield stukken achter bij de rechtbank. Dus niet alleen verloren mensen omdat de Belastingdienst niet eerlijk was ten opzichte van de rechtbank en voor het geval u het niet begrijpt. Als u mijn eedpleegt in de rechtszaak, in een strafrechtszaak, kunt u 6 tot 9 jaar gevangenisstraf krijgen. De Belastingdienst is hier nooit voor gestraft. Maar de rechters doorzagen het ook niet. Maar rechters zouden moeten toetsen aan wat wij in Nederland noemen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Namelijk, is iets proportioneel? Is het allemaal nog een beetje redelijk? Lijkt het allemaal nog een beetje? Deden ze dat niet? Of zoals professor Zijlstra in het rapport van de commissie Van Dam zegt, de uitspraak betekende feitelijk dat er geen rechtsbescherming van burgers was. En zo zijn enige tienduizenden gezinnen compleet naar de vernieling gejaagd. Want er was nog een derde probleem. Zij werden aangemerkt als fraudeur. En dat gebeurde op illegale zwarte lijsten. En als je als Nederland aangemerkt wordt als fraudeur, dan gaat dat naar alle systemen van de overheid. Dan kun je dus ook geen huurwoning meer krijgen. Dan kun je je baan verliezen als je voor een gemeente werkt of in een financiële functie, omdat je dat vinkje fraudeur achter je hebt. Alleen het werd deze mensen niet verteld. Mensen raakten hun huis kwijt, hun baan kwijt. Huwelijken gingen natuurlijk kapot, want echtgenoten keken naar elkaar, wie heeft dit gedaan? In een aantal gevallen werden kinderen
uit huis geplaatst. En in een fors aantal gevallen heeft de gezondheid, lichamelijk en geestelijk, van deze gezinnen er zeer, zeer zwaar onder geleden. En dan hebben we dus een staat. Een staat waar de Belastingdienst niet ingrijpt, wel weet wat er gebeurt. Een staat waarbij de ombudsman in 2017 een rapport schrijft, zet het recht. En de regering een beetje de andere kant op kijkt. Een staat waar de hoogste rechter, in dit geval de Raad van State, de afdeling bestuursrechtspraak daar, bijna automatisch gelijk gaf aan de Belastingdienst. Een staat waar de autoriteitspersoonsgegevens nog steeds onderzoek aan het doen is naar de Belastingdienst, hoewel al jaren duidelijk is dat de Belastingdienst de totale administratie en de bescherming van persoonsgegevens niet op orde heeft, want je mag niet illegaal een zwarte lijst bijhouden van mensen die rechtsgevolgen heeft, waartegen mensen zich niet kunnen verweren. Wat ik u net al zei, dat kan betekenen dat u een bepaalde baan niet kunt krijgen. En dat kun je niet zomaar in het geheim doen, al helemaal niet op basis van vermoedens. Een staat dus waarbij op papier alles in orde is. Op papier de wet je zou moeten beschermen. Op papier de Tweede Kamerleden de regering zouden moeten controleren. En op papier misschien ook mensen bij de Belastingdienst zouden moeten ingrijpen. De enige klokluider die ingreep en zei, hey, dit gaat verkeerd, en die stukken wel aan de ouders stuurde, kreeg een voorwaardelijk strafontslag aan zijn broek. Slechts na ingrijpen van de Kamer heeft hij zijn functie teruggekregen. Alle mechanismes die burgers moesten beschermen zijn moedwillig uitgeschakeld. Maar er was nog een tweede iets. De administratie van de regering is een totale puinzooi. De Belastingdienst zal tot en met 2024 niet aan de AVG voldoen. Dat betekent dat ze hun administratie zo slecht op orde hebben dat ze u geen inzage kunnen geven in welke gegevens zij van u opslaan. En gelooft u mij, naast het ziekenhuis is de Belastingdienst degene die de meest interessante gegevensverzameling van heel Nederland tot zijn beschikking heeft. En ze krijgt hier geen straf voor. Maar ja, als je niet bijhoudt wat je bijhoudt, dan heb je zwarte lijsten waar niemand wat vanaf weet. Dan heb je dus ook geen centrale inzage in wat de gevolgen van je beleid zijn. Dus toen wij langzaam, want om heel eerlijk te zijn, ik had bij de Eerste Kamervragen die ik in 2017 stelde, dat was nog overigens bij de regering van de VVD en de Partij van de Arbeid, met staatssecretaris Wiebes, geen idee hoe groot dit schandaal was. Ik begon met Kamervragen stellen en heb meer dan 25 setjes Kamervragen gesteld, van gemiddeld ongeveer 20 tot 30 vragen. 500 tot 600 Kamervragen. Renske Leijten heeft ook zoveel vragen gesteld. Friet Azarkan heeft er wat minder gesteld, maar ook een aantal. En we hebben ook nog een aantal feitelijke vragen gesteld. Totaal waarschijnlijk 2000 individuele vragen om enigszins boven tafel te krijgen wat er aan de hand was. En ondertussen veranderde de regering de interpretatie van de grondwet. Want als Kamerlid is het heel simpel. Als wij een document willen zien, moeten we het krijgen. Maar de regering heeft die interpretatie veranderd en zei dat wij informatie over het document mochten krijgen. Alle, ik herhaal, alle cruciale documenten zijn weggehouden voor de Kamer. Jarenlang. Was dit een accountant, dan zou die accountant waarschijnlijk onmiddellijk gezegd hebben, als ik de bonnetjes bij uw bedrijf niet mag zien, maar alleen moet vertrouwen op de beschrijving die de baas of de financiële man van de bonnetjes geeft, dan pakt hij zijn tas en loopt hij naar buiten en zegt, hier kan ik geen controle uitvoeren. Als Kamer kunnen wij geen controle uitvoeren als we essentiële beleidsdocumenten van de regering niet te zien krijgen. Wij kregen de evaluatie van de KAF-zaken niet te zien. Wij kregen het advies van de landsadvocaat uit 2009, waarin de landsadvocaat zei, dit is niet de interpretatie van de wet die wij denken dat klopt, niet te zien. Sterker nog, wij wisten heel lang niet dat die bestond. Het memo van mevrouw Palme, de hoogste juridische adviseur van de Belastingdienst toeslagen, dat zij schreef in 2017 dat de Belastingdienst hier laakbaar, dat is juridisch voor fout, gehandeld had, kregen wij niet te zien. En ook de commissie Donner, die onderzoek moest doen, kreeg het niet te zien. Het gevolg was dat wij een soort Sherlock Holmes moesten spelen 3 jaar lang. En een ander gevolg was dat ik dus mijn andere taak als Kamerlid niet eens kon uitvoeren. Ik kon niet werken aan het pensioenstelsel. Ik kon minder tijd aan mijn Europese portefeuille besteden, omdat wij hier een soort Cluedo aan het spelen waren.
Dat deden we omdat we wisten wat er met die ouders gebeurde. En pas op het allerlaatste moment heeft de regering een stuk op tafel gelegd. En dat deed zij de avond voor het debat over het aftreden. Daardoor heeft het nooit, maar dan ook nooit aandacht in de media gehad wat er in die stukken stond. Ik raad u aan die stukken een keer te gaan lezen en u zult van uw stoel vallen. Het is ook geen verrassing dat Rutte met zijn kabinet besloot, in iets wat ik in de afgelopen 150 jaar nog niet heb meegemaakt, om af te treden voordat hij het debat met de Tweede Kamer wilde aangaan over deze zaak. Omdat volstrekt helder was dat er inhoudelijk geen argumenten waren voor het achterhouden van deze informatie. Het rapport van de commissie Van Dam is snoeihard. Daarin staat dat de regering, de Kamer en de rechters onjuist, onvolledig en ontijdig geïnformeerd heeft, jarenlang. En, laat ik u zo zeggen, niet alleen wij wisten niet wat er aan de hand was, maar ook de regering had zelf door de informatiepuinhoop tot juni 2019 niet door hoe groot het probleem was. En dat laatste is misschien nog wel ernstiger, zeg ik u, dan dat de Kamer het niet weet. Want als een regering beleid maakt waardoor tienduizenden gezinnen in de problemen komen, en de regering ziet zelf de gevolgen van dat beleid niet, dan moet je je afvragen in wat voor land je leeft. En dan moet je dus niet denken dat de oplossing ligt in het veranderen van het toeslagensysteem, maar dan ligt de oplossing in het veranderen van je staat. En daarom wil ik 10 voorstellen doen om die staat te hervormen. Ik wil u wel 2 andere dingen zeggen. Mocht u denken dit is uniek, dan zou ik u vragen om het rapport van de commissie Bosman dat vandaag uitgekomen is te lezen over de uitvoeringsorganisaties. U kunt ook mijn boek lezen, daar zal ik nog een paar voorbeelden geven. Het voorbeeld van de leenbijstand, waardoor duizenden zelfstandigen ook de schuldhulpverlening ingedeeld zijn omdat de wet niet klopte, ligt er ook nog. Daar hebben we ook jaren vragen over gesteld, maar de pers was er niet erg in geïnformeerd. Groningen, ik geloof dat ik verder geen toelichting hoef te geven. En er is nog een ander ding. Al in 2002 voorzag de Belastingwet dat wanneer een van de partners in een verpleeghuis zou komen, dat er dan ook een speciale regeling zou komen om ervoor te zorgen dat dat gezin toch een kinderopvangtoeslag zou kunnen krijgen. Die regeling is nooit ingevoerd. Daar is 15 jaar lang zijn naar Kamervragen over gesteld. En laat ik u verzekeren dat wanneer een van de partners van een gezin met jonge kinderen dat behoefte heeft aan kinderopvangtoeslag opgenomen wordt in een WLZ-instelling, lees een verpleeghuis of een GGZ-kliniek, dat het gezin al een zeer traumatische ervaring achter de rug heeft. Onder de Nederlandse wet heeft dat gezin, wanneer de partner in het verpleeghuis zit, een kleine uitkering heeft, want dan ben je echt wel arbeidsongeschikt, kan ik je verzekeren, en de andere partner werkt, geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat niet beide partners werken of op zoek zijn naar werk. Nee, nogal wie dus als je in een verpleeghuis zit. En dat is teruggevorderd jarenlang. Wat wij ook vroegen in de Kamer. En niemand die dacht, laten we dat eens veranderen. Het is pas afgelopen jaar na heel veel duwen veranderd. En toen heb ik er ook op gewezen dat een wet die dat dus aangenomen was door de Kamer die dat moest regelen, niet was ingevoerd. Toen bleken er overigens meer dan 10 fiscale wetten te zijn die wel zijn aangenomen, maar nooit zijn ingevoerd. Maar dat is voor een andere keer dat ik dat met u wil discussiëren. Dus moeten we het toeslagenstelsel veranderen? Ja, natuurlijk moeten we het toeslagenstelsel veranderen, net zoals we kinderarbeid destijds moesten verbieden. Alleen het toeslagenstelsel veranderen gaat het onderliggende probleem van een regering die niet begrijpt wat het gevolg is van zijn eigen handelen en van burgers die rechteloos zijn en, naar de schattingen van de commissie Bosman vandaag, 20% van de burgers begrijpt niet welke gevolgen het UWV-besluiten en belastingdienstbesluiten voor hen kunnen hebben en kunnen daarmee totaal klem komen te zitten. Daarom moet de trias politica hersteld worden. Hersteld zeg ik omdat wij die mechanismen wel op orde hebben op papier. Ze ooit functioneren en heel langzaam geërodeerd zijn. Niet omdat iemand een masterplan ergens in Den Haag geschreven heeft van laten we nou voor zorgen dat burgers geen rechtsbescherming hebben. Maar omdat het makkelijker is elke dag om die dingen netjes stapjes voor stap uit te kleden. Omdat er dan minder schandalen boven tafel komen. Ik ga u 10 voorstellen doen. Ten eerste zal er een grondwettelijk hof ingevoerd moeten worden. In België, in Duitsland, in Frankrijk, in Italië kunnen burgers wetten laten toetsen aan de grondwet. In Nederland vinden wij de grondwet wel belangrijk, maar je mag er nooit iets aan toetsen.
Wat heb je dan precies aan de grondwet, behalve dat je hem heel mooi kunt vinden, bijvoorbeeld artikel 1? En overigens zou de grondwet niet alleen moeten toetsen aan de harde klassieke grondrechten, maar kan een grondwettelijk hof ook toetsen aan bijvoorbeeld artikel 68 van de grondwet, het recht op informatie. Dat een Kamerlid gewoon één keer naar de grondwettelijk hof kan stappen van ik wil dit document hebben. En dan is onmiddellijk duidelijk wanneer de regering die stukken moet verschaffen zonder zwarte of witte lak te gebruiken. 2. Een nieuw kiesstelsel. In Nederland ben je als parlementariër vooral afhankelijk van je eigen partij en komen de meeste parlementariërs uit de Randstad. Dat betekent dat als je herkozen wilt worden, het eigenlijk de partijelite is die bepaalt wat de rangorde van de lijst is en niet de burgers. Lastig doen betekent niet op een volgende lijst komen. Zo hard is het in Den Haag. Daarom is het van belang om een regionaal kiesstelsel in te voeren, waardoor er een betere binding ontstaat tussen kiezer en gekozenen en de burger en de volksvertegenwoordiger met het gezicht naar elkaar toestaan. En ik denk dat je daar ook meer volksvertegenwoordigers van zult krijgen. Mijn voorstel zal zijn, neem het Deense systeem. Dan betekent het dat een provincie als Noord-Holland 15 Kamerleden krijgt, Overijssel een stuk of 6. En Flevoland misschien 3 of 4. En dat er daarnaast, nadat we ongeveer 110 Kamerleden via die regionale lijsten gekozen hebben, nog een aantal landelijke lijsten hebben, daar kan de partij natuurlijk enige invloed op uitoefenen, om de evenredigheid in de Tweede Kamer die in de grondwet staat in stand te houden. Dat laatste doe ik ook omdat het dan geen grondwetwijziging noodzaakt en je het dan binnen een regeerperiode kunt invoeren. Want mijn eerste voorstel, een grondwettelijk hof, zal echt een jaar of 5 tot 10 duren, omdat je de grondwet artikel 120 moet wijzigen. 3. Een betere volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging in Nederland zal beter moeten functioneren. Wij hebben misschien straks wel 15 politieke partijen. En wat we dan doen bij een wetsbehandeling is dat we allemaal zeggen dat we de doelen van de wetten leuk vinden of niet leuk vinden. Dus fraudebestrijding, geweldig. Maar het is niet of fraudebestrijding geweldig is. Wat belangrijk is of de artikelen binnen de wet tot fraudebestrijding deugdelijk zijn. Klopt de boetebepaling? Is de boete te laag? Is de boete te hoog? Kan de burger begrijpen wat er gebeurt? Essentiële vragen die alleen bij artikelsgewijze wetsbehandeling boven tafel tilt. We doen het al decennia lang niet meer, maar het is wel de manier om het te behandelen. En in buitenlanden worden wetten soms ook gewoon een tweede keer behandeld. Bij de kinderopvangtoeslagwet die grondig verbouwd is, net als de kinderwet van Van Houten, had er gewoon een tweede lezing moeten plaatsvinden na de stemming over de amendementen en al de wijzigingen. Een van de indieners, Wouter Bos, stemde tegen zijn eigen wet. En hoewel mijn partij Wouter Bos best wel eens een keer als draaikont heeft weggezet, was hij dit niet. De wet was namelijk zodanig verbouwd dat hij voor hem onherkenbaar was en tegen de wet gestemd heeft. Dat is op zich niet erg, maar als je 30 wijzigingen aanbrengt in een wet, dan is het goed om die wet nog een keer te bestuderen op zijn interne consistentie voordat je een eindstemming uitvoert. In Nederland hebben we ook de commissie Rijksuitgaven opgeheven. Dat is de commissie die achteraf controleert hoe we het geld uitgegeven hebben. Dat moet de commissie Financiën nu doen, maar laat ik u zo zeggen, een aparte commissie die controleert of die 300 miljard wel goed is uitgegeven, is in een parlementaire democratie geen overbodige luxe. En wij sluiten zodanig omvangrijke akkoorden, regeerakkoorden, klimaatakkoorden, pensioenakkoorden, dat de Tweede Kamer bijna gedwongen wordt om tegen een pakket maatregelen ja of nee te zeggen. Bij een klimaatakkoord waren dat meer dan 600 maatregelen. Terwijl het best kan zijn dat 500 van die maatregelen helemaal prima zijn, maar dat 100 enige nadere beschouwing zouden vergen. En gezien de miljardenkosten die eraan vastzitten, is dat ook niks te veel gevraagd. Vier. We hebben een betere rechtsbescherming van burgers nodig, vooral bij het bestuursrecht. Bestuursrecht verschafte, ik zeg dat de professor Zijlstra na, geen rechtsbescherming. Nou is dit al de meest lastige vraag en ik ga net iets doen wat ik Thorbecke verweten heb, namelijk een commissie instellen. En dat heeft toch een klein beetje te maken met het feit dat we een trias politica hebben en het rechtstreeks ingrijpen in rechters en hoe zij recht plegen voor een Tweede Kamerlid best wel een heel grote stap is. Dus
Op dit moment vindt een stemming in de Tweede Kamer plaats om de Venetië Commissie. Dat is een commissie met eminente geleerden uit meer dan 60 landen op het gebied van staatsrecht, te laten kijken naar ons stelsel. En wij willen een staatscommissie over de rechtsbescherming. Dat zal ook iets moeten zeggen, bijvoorbeeld over de rechtsbijstand die burgers krijgen op het moment dat zij een conflict hebben met de Belastingdienst. Want als de Belastingdienst je beschuldigd had van fraudeur, had je ook al geen recht meer op rechtsbijstand. Dat is een Kafkaeske situatie als je geen fraudeur bent. 5. Een betere ambtelijke dienst. En laat ik even vooraf zeggen, we hebben in Nederland hardwerkende ambtenaren met hart voor de zaak. Dus begrijp deze uitleg niet als dat ik denk dat we hier met raamambtenaren te maken of ambtenaren hebben die niet naar beste wil werken. Maar de Algemene Bestuursdienst leidt ertoe dat volgens onderzoek van de NRC de 88 hoogste ambtenaren gemiddeld 2 jaar op hun positie zaten. De topambtenaren van de Belastingdienst waren voormalig ambtenaren van de IND ten tijde van van het schandaal. En geloof mij, als u 10 jaar voor de IND gewerkt heeft, dan wordt uw mensbeeld niet heel veel vrolijker. En dat dient u niet los te laten op belastingplichtigen. Die Algemene Bestuursdienst die zal of moeten worden afgeschaft of een stuk kleiner moeten worden gemaakt, zodat je weer inhoudelijk ambtenaren krijgt op een belastingdienst. Het duurt namelijk ook een paar jaar voor je doorhebt dat er een probleem is. Er zal een betere klokkenluidersbescherming moeten zijn voor ambtenaren, conform de voorstellen van de Raad van Europa. En je kunt tuchtrecht invoeren voor ambtenaren. En je zou eens kunnen kijken of de pikmeerarresten, die ervoor zorgen dat de Nederlandse staat tot in grote mate eigenlijk immuun is voor rechtsvervolging wanneer zij de wet overtreedt, herzien kunnen worden. En tot slot een campagne voor begrijpelijk Nederlands. Dat hebben ze in Engeland. Plain English. Een brief van de overheid moet in principe door 90% van de Nederlandse burgers gewoon begrepen worden. En elke brief moet een naam plus een telefoonnummer of e-mailadres bevatten van een ambtenaar die een probleem met het besluit kan oplossen. Dan hebben wij natuurlijk inspecties en externe onderzoeken. Maar in Nederland zijn de inspecties niet onafhankelijk bij wet, hebben zij niet hun eigen begroting, is er geen publicatieplicht van de rapporten die ze schrijven en heeft de Tweede Kamer niet het recht om inspecteurs te horen. Moet ik dit herhalen? Er zijn inspecties die vallen meestal rechtstreeks onder de minister van de dienst die geïnspecteerd moet worden. Wanneer er relatief kleine problemen zijn, is dat op zich niet zo'n groot probleem. Dan wordt het wel opgelost. Maar de WODC-affaire en een aantal andere affaires en ook het gedrag van de commissie Donner, waarbij de commissie Donner wel publiekelijk in Nieuwsuur ging zitten en in Nieuwsport, maar niet publiekelijk gehoord wilde worden in de Tweede Kamer, laat zien dat hier andere regels nodig zijn. Er moeten onafhankelijke onderzoeksstandaarden zijn, waardoor de Kamer altijd het recht heeft om die stukken te zien. Want als de regering iets gaat onderzoeken, dan maakt zij een onderzoek naar haar eigen handelen. Dan betaalt zij dat zelf en dan bepaalt ze zelf hoe en wanneer het gepubliceerd kan worden. Wilt u nog spreken over de schijn van belangenverstrengeling of is het wel duidelijk? Tot slot is een belastingombudsman geen gek idee. Andere landen hebben hem ook. Dan kom ik in heel moeilijke en dat is dat we in Nederland behoefte hebben aan een levendig en onafhankelijk maatschappelijk middenveld. Het hele maatschappelijke middenveld is aan het subsidieinfuus gaan hangen. Boink zag de problemen wel, Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang, maar omdat zij zeer subsidieafhankelijk is, durfde Boink nooit te zeggen, en nu is het stop en ik kap met samenwerking met de overheid. Dat kan in Nederland bijna geen organisatie zich veroorloven. En doordat die subsidierelatie zo royaal is, is eigenlijk de weerstand van die organisaties wanneer er echt iets niet klopt, niet groot genoeg. Dan zul je wel wat royalere fiscale vrijstellingen moeten hebben. Je zult waarschijnlijk een charity board moeten invoeren, net zoals in Engeland, want fiscale vrijstellingen trekken van alles aan. Bijvoorbeeld buitenlandse beïnvloeding die je niet wil hebben, maar daar kun je aan werken. Het is overigens voor de politici een van de moeilijkste dingen, hè? Ergens van afblijven als politicus en je ergens niet mee bemoeien. Probeer het maar. Want dat speelt ook voor dat andere probleem in Nederland. En dat is dat de onderzoekspers onder grote druk staat. Al onze kranten zijn nu in handen van 2 Belgische bedrijven. Ik weet niet of dat een verstandige zet geweest is. En ook de pers loopt met dezelfde hypes mee als de Kamerleden. Soms zitten we iets dicht op elkaar, zeg ik er maar bij.
iets meer onafhankelijkheid zou wenselijk zijn. Wat in ieder geval onwenselijk is, is wat er in het vorige regeerakkoord stond. En dat is wat er kleine subsidieregelingen voor de pers werden opgetuigd vanuit Den Haag. Als je ook de pers aan het subsidieinfuus legt, weet je zeker dat moeilijke dingen nog moeilijker boven tafel komt. 8. Wij zullen onze eigen grondwettelijke taken serieus moeten nemen. Dus in de grondwet staat goed onderwijs. Maar het aantal kinderen, 16-jarigen, dat functioneel analfabeet is verdubbeld de afgelopen 10 jaar. En dat was nog voordat wij de scholen sloten in verband met de lockdown. Er is een plicht om voor volkshuisvesting te zorgen. Nou, als u hier in Amsterdam probeert om een betaalbare huurwoning of een betaalbare koopwoning te krijgen, terwijl u verpleegkundige bent, of terwijl u leraar op een basisschool bent, dat zijn eerzame beroepen. Daar verdient u 35.000 euro per jaar mee als u dat voltijds uitoefent. Dat zijn dus geen minimumsalarissen. U kunt geen kant op in deze stad. Trouwens, uw koopkrachtplaatje is ook helemaal kapot. Want als je geen betaalbare woning kunt vinden, ga je of een kamer huren in Amsterdam met een aantal collega's. En dat is echt wat anders dan je eigen flat kunnen betalen. Of je gaat 60 kilometer verderop wonen en mag zelf de treinreis gaan betalen. Hetzelfde geldt voor bestaanszekerheid, artikel 20 van de grondwet. Daar dient de overheid naar te streven. Alleen we hebben helemaal niet gedefinieerd wat bestaanszekerheid is. Het sociaal minimum is al jarenlang niet geëikt of het sociaal minimum toereikend is. En het NIBUD is vrij duidelijk. Het sociaal minimum dat je bereikt als je als 19-jarige voor het minimumloon werkt, is het volstrekt onhaalbaar om je huishoudboekje rond te krijgen. Als je op het minimumloon werkt als kostwinner en je hebt 2 kinderen, is het ook onhaalbaar. Ja, natuurlijk moet je partner dan werken, maar als die geen werk vindt, is het niet mogelijk om je huishoudboekje rond te krijgen. 9. We hebben behoefte aan minder planbureaus, veel minder modellen, meer mensen bij denktanks en minder voorlichters. En de modellen die we hebben, dienen open modellen te zijn, zodat we ook gewoon een discussie kunnen hebben. Om je 1 voorbeeld te geven, modellen zijn fout. Zoals George Box, een fameuze statisticus, zei, alle modellen zijn fout, maar sommige modellen zijn best handig. Denk aan het coronamodel. Aan het begin van de crisis had het RIVM in het model zitten dat de gemiddelde opname op een IC 10 dagen zou duren. Het waren er 23. Die ene inputvariabele betekende dat we in 1 keer 130% meer IC-bedden nodig hadden. En dat is heel normaal, want die onzekerheid die bestond aan het begin van de crisis. Maar in die modellen zit veel, veel, maar dan ook veel meer onzekerheid dan over gecommuniceerd wordt. En tot slot, maar niet echt, openheid en een goede informatiehuishouding. Als de overheid zich niet aan de archiefwet houdt, als de autoriteit persoonsgegevens niet handhaaft en als Mark Rutte niet ophoudt met de Rutte-doctrine van alles verbergen en deel 2 van de Rutte-doctrine, die erop ziet dat er op het ministerie van Algemene Zaken geen gespreksverslagen worden bijgehouden. Dus als Unilever officieel langskomt bij Rutte, dan worden daar geen verslagen van gemaakt. Dit is het land waar wijkverpleegkundigen een monitorregistratie moeten bijhouden. Dit is het land waar basisscholen op de basisscholen leerlingvolgsystemen moeten bijhouden met een aantal velden waar u bijna onpasselijk van wordt. Omdat wij anders denken dat ze niet goed op hun leerlingen letten. Maar de premier die besluiten over miljarden neemt, houdt geen administratie bij. En zo is het oncontroleerbaar hoe besluiten tot stand komen. De regering zal de WOP moeten naleven. En de regering zal artikel 68 moeten naleven. Zijn we er met deze 10 voorstellen? Nee, we zijn er niet. Zoals Thomas van Aquino zei, al in de 13e eeuw, een rechtvaardige samenleving rust niet enkel op wetten, op regels en op procedures alleen. Zij rust op een standvastige en bestendige wil. Die standvastige en bestendige wil, die zal er aan de kant van de overheid en aan de kant van burgers moeten zijn. Wetten kunnen fantastisch zijn, regels kunnen fraai zijn. Maar als er bij de uitvoering niet opgelet wordt, dan zijn we nergens. Het is de geest van de wet, of zijn leerling Meister Eckhart zei dat, de innerlijkheid die ook gehandhaafd moet worden. Het is een project. Het is een project in een land waarvan we lang dachten dat het af was, dat het klopte. Laten we erkennen dat het niet af is. Daar is helemaal niets, maar dan ook niets mis mee. Laten we erkennen dat het niet af is, dat we een opgave hebben. Maar een land dat dijken kan bouwen, dat weet ik niet welke dingen kan overkomen, moet ook deze problemen kunnen oplossen. Dank u wel. Hartelijk dank, Pieter Omtzigt. Zou je nog heel even willen blijven staan?
daar dan. Een paar korte vragen misschien voordat we naar reacties gaan. En ook met jou spreken, maar ook over jouw lezing gesproken wordt. Een paar korte vragen. Je begon in 2017. Je noemde het getal van, ik geloof, 2000 individuele vragen ongeveer van een drietal Kamerleden. Hè? Vooral van jou, van Renske Leijten en van Farid Azarkan ook nog een beetje. En Helma Lodders af en toe, ja. Ja, zeker. Maar ik geloof dat CDA en SP, dus jij en Renske Leijten, daar het overgrote levendeel, dat is dubbelop, van genomen hebben. Ongelofelijke prestatie. Het individu ten opzichte van de hele staatsmacht in feite. En daar is de Kamer natuurlijk ook wel voor bedoeld. Maar kennelijk doet de Kamer het weinig. Had jij zelf gedacht toen je daar begon? Je bent niet onervaren in het openbaar bestuur. Je bent niet naïef. Je hebt onder andere bijvoorbeeld in Malta aangetoond dat daar van alles echt heel erg rot was. Maar je gebruikt het woord rot nu ook voor Nederland. Ja. Heel bewust neem ik aan, want deze lezing is niet toevallig. Had jij zelf gedacht toen je in 2017 eraan begon, dat dit zo zat? Nee. Malta hielp mij ook heel erg. Want het onderzoek wat ik in Malta deed, liet ook zien dat op zich de wetten op Malta prima kloppen. Er zijn een paar dingen die niet kloppen op Malta. Ze hebben nog een paar wetten die een beetje uit de koloniale tijd komen, waardoor de minister-president een soort gouverneur-generaal was en net even iets te veel macht had. Mm-hmm. Maar grosso modo klopte het meeste op papier. Nee. En dat mechanisme kwam ik in Nederland ook tegen. Dit is grosso modo klopt onze staat op papier best. Ja hoor, ja. Echt. En grosso modo gaan er ook heel veel dingen goed. Dus begrijp me niet dat elk proces in Nederland verkeerd gaat. Dus dat wil ik hier ook niet zeggen. Nee. Maar de staat, doordat wij zo'n model denken aan het zijn, is zo ingewikkeld geworden dat de nationale ombudsman tegenwoordig zegt, de opvolger van Alex, dat zelfs geletterde, dus niet mensen die het niet begrijpen, maar zelfs dat soort burgers soms verdwalen in het doolhof van de overheid. Daar is het misgegaan. Mm-hmm. En het is misgegaan bij het feit dat die tegenmacht in Nederland zou uitgerold worden. Dat is een beetje de keerzijde van het polderen, want we doen het allemaal samen. Maar als we dan met z'n allen samen een klimaatakkoord, dan is niemand meer verantwoordelijk. Nee. En een van de meest pijnlijke dingen waren ook de burgerbrieven. Want de memo's voor die ministers waren soms ambigu. Als je ze nu leest met de kennis van nu, dan spat het van het scherm af. Maar als je niet wist wat er aan de hand was, dan kan je je voorstellen dat bepaalde memo's door ministers en staatssecretaris, door ook minister Asscher, niet begrepen werd wat de impact was, wat daar stond. Mm-hmm. En hoe mensen kapot gemaakt. En op welk moment, vraag ik me dan af, als jij zei, ik had dit niet gedacht toen ik eraan begon in 2017. Op welk moment dacht je, ja, maar dit gaat echt veel verder dan ik gedacht had. Dit is vele malen ernstiger dan ik dacht. Begin 2019 was het mij helder. Mm-hmm. En in juni 2019 vergadert het kabinet elke week hierover. Elke week. Tjonge. En komt het ook volledig op tafel te liggen. Mm-hmm. Dat er in ieder geval 9000 gezinnen geraakt zijn door de kafzaak. Want heel lang wisten we niet of die kaf 11-zaak, waar 2 jaar daarvoor lag er een best wel naar rapport van de GGD. Nou, waar op basis van je had kunnen onderzoeken. Dat was een oud rapport, het nieuwe rapport was goed. Maar je snapt, ook bij een fraudeonderzoek, weet je als Kamerlid, kan het bij een enkel geval misgaan. Mm-hmm. Dus wat wij wilden weten is het nou een enkel geval wat misging? Onderzoek gedaan door de ombudsman. Nou, misschien moet het beter rechtgezet worden en dan is het dan. Mm-hmm. Of zit er meer achter? Dat werd verborgen gehouden. Toen dat boven tafel kwam, was het ons duidelijk, hey, er is heel veel mis. Mm-hmm. En 2019, dus ja, 2 jaar trekken eigenlijk. 2 jaar trekken. En in juni 2019 wist de regering alles. Mm-hmm. Dat hebben ze ook gezegd. Maar het duurt nog tot een motie van mij met mevrouw Lodders en mevrouw Leijten in november 2019, voordat de regering in ieder geval op de pauze van de invordering duwt. Ja. Dus mensen worden nog gewoon hun huis uitgezet in juli, augustus, september, oktober, november. Ik bedoel dat je niet onmiddellijk voor elk gezin het recht zet. Ja, dat snap ik ook wel. In Groningen zet je ook niet in een dag recht. Het duurt veel te lang. Maar niemand van ons denkt, dat doe je nou binnen een week. Hè? Maar zelfs dat gebeurde niet. En dat is de regering best kwalijk te nemen. Ja. En wat ze ook kwalijk te nemen is, en wat de regering behoorlijk onderschat heeft, is wat voor impact het op mij gehad heeft, dat ik onderdeel ben van een regeringscoalitie tegen wie ministers structureel gelogen hebben. En dat heeft structureel deze gezinnen keihard geraakt. Dat heeft wat gedaan met het vertrouwen van mij. En dat leidde ook tot dat soort uitbarstingen daar in de Tweede Kamer, zoals je daar nog een foto van gemaakt hebt. Omdat ik wist
dat ze het wel wisten, maar dat ze niet de waarheid liepen te vertellen. Ik wist welke memo's ze hadden, want wij hadden ondertussen ook interne bronnen. Mm-hmm. En toch wilden ze niet zeggen. En ondertussen bleven die mensen uit hun huis gezet worden. Ja, dat kan ondertussen niet bleven de uitzettingen doorgaan. Dat moet voor jou persoonlijk ook een hele moeilijke tijd geweest zijn. Ja, want het gaf een gespleten werkelijkheid. Ja. Een gespleten werkelijkheid. En ik was dat zowel hier aan het doen als in Malta. Als trouwens ook nog een beetje corruptie in mijn eigen partij in Straatsburg. Dat was niet altijd even gezellig. Ja, niet het CDA, overigens, maar... De EVP, waar het CDA lid van is. Ja. Nou, de fractievoorzitter heeft nu 4 jaar celstraf gekregen door een onderzoek. Onder andere op basis van een onderzoek dat ik samen met een collega heb afgedwongen. De Italiaanse justitie was overigens zelf al bezig. Maar er zijn 10 collega's die nu eruit gezet zijn. En er wordt het nog wat in België en Duitsland onderzocht door de rechter. En die hebben al forse boetes gehad. Dus, nou ja, als de miljoenen door Azerbeidzjan aan smeergeld betaald wordt, dan... Ja, welkom in de wereld, Jori. Wij hebben hier discussies over een zonnebril van Wouter Bos, of die wel of niet gedeclareerd mag worden. Nou, gezegend het land waar de discussie daarover gaat, kan ik u verzekeren. Ja, mooi land. Ja, ja. Dat is dan wel weer zo. Laatste vraag, en dan gaan we graag naar de gasten, naar Tim Waagmakers en de reacties van de gasten. Kijk, een betrouwbare overheid is iets wat ons allemaal aan het hart gaat en veel waard is. Huh? Ja. We hebben er allemaal baat bij. Maar misschien als laatste, kijk, die toeslagenaffaire, daar is natuurlijk ook sprake van etnische profilering. Of in ieder geval overduidelijk een bias naar de onderkant van de samenleving en naar huidskleur die niet gezond is. Hè? Dus een betrouwbare overheid in jouw inschatting, is die belangrijker voor... het is voor iedereen belangrijk, nogmaals. Maar de klap van een onbetrouwbare overheid komt op een kleine beurs onevenredig hard aan dan op een grote beurs. Ben je het daarmee eens? Ja, in dit geval waren er twee zaken die twee mechanismes ernstig maakten. Mm-hmm. Als je een laag inkomen hebt, krijg je een hogere kinderopvangtoeslag. Ja. Dat is logisch, want het is inkomensafhankelijk. En dan zat je sneller aan de grenzen waarbij je als fraudeur betiteld werd. Dus bijna al die mensen die als fraudeur betiteld hadden, hadden een relatief laag inkomen. En het tweede is dat je natuurlijk dan minder terugbetalingscapaciteit hebt. Dus de middeninkomens die een keer 5.000 euro moesten terugbetalen, dat is een heel hard gelag. Maar als je beide werkt en je hebt nog iets op de spaarrekening staan, kun je dat met een persoonlijke lening en een keertje niet op vakantie en even op een houtje bijten, kun je dat binnen een jaar of twee overleven voor veel mensen. Maar als je alleenstaande ouder bent en je moet 10.000 euro terugbetalen, dan heb je geen kant waar je op kunt. Technisch gezien zie je de hele discussie in de Kamer dat het geen etnische profilering was, maar profilering op basis van nationaliteit. Afkomst, geboorteplaats. Dus, ja. In de praktijk komt dat wel vaak op hetzelfde neer. Als statisticus zit er een grote correlatie tussen huidskleur en het hebben van een andere nationaliteit. Die correlatie is niet perfect. Er zijn natuurlijk mensen met een donkere huidskleur die alleen een Nederlandse nationaliteit hebben, maar... Kijk in de zaal waar Pieter Klein toen is gaan zitten. En Pieter Klein voelde zich heel erg wit ten opzichte van wat hij allemaal daar zag zitten. Ja, ja dus je kan wel stellen dat, kijk, dit is een voorbeeld, maar dat de overheid, als hij onbetrouwbaar is en blijkt te zijn, dat die knal harder aankomt met iemand zonder buffer. Dat is altijd zo. Het belang is des navenant groter naarmate je... een kleinere financiële positie. Nee, op het moment dat het hier om je financiële positie gaat, raak je mensen aan de onderkant altijd harder. Want je mag gewoon verwachten dat mensen die twee verdiener zijn en dat al 10 jaar zijn, dat die iets van een buffer hebben. Ook al is dat te klein in Nederland. Maar het is hetzelfde onrecht, maar het komt harder aan. Het komt heel veel harder aan. En vergeet niet, we hebben in Nederland nog... We praten al decennia lang over problematische schulden. Als je in Nederland in de problematische schulden komt, dan hebben we daar een hele industrie op staan van incassobureaus, van wat er ook is, waar je bijna niet uit de spiraal naar beneden komt. Ja, een vergelijkbaar, een aanpalend onderwerp, absoluut. Ja. Maar dat maakt het erger, omdat je er bijna niet uitkomt. Nee, precies. Pieter Omtzigt, heel veel dank. Fantastisch dat je de tijd neemt om dit uiteen te zetten. Het is een ambitieus project. Volgens mij ben je er nog lang niet klaar mee. Zo klinkt het niet. Het klinkt namelijk als een begin ergens van. Begin ook van een gesprek hier. Ja. Tim Waagmakers, jij bent aan de beurt. Schuif lekker aan. Pieter Omtzigt, dank voor dit voorstel. Graag introduceer ik onze andere twee gasten ook in dit tweede deel van de avond. Alex Brenninkmeijer is bij ons vanuit Luxemburg via Zoom. Nu is hij lid van de Europese Rekenkamer. Van 2005 tot 2014 was hij nationale ombudsman. Van harte welkom, Alex. Fijn dat u er bent. Goedenavond. En bij ons is ook Sylvana Simons, politiek leider van Bijeen, waarvoor ze de afgelopen 4 jaar
politieke ervaring opdeed in de Amsterdamse gemeenteraad. En nu is ze verkiesbaar voor de Tweede Kamer. En in dit gesprek, we hebben de voorstellen gehoord, de analyse en hoe we kunnen werken aan vertrouwen in de overheid. Maar voordat we dat doen, is denk ik goed om eerst nog even te bespreken of we de analyse delen die eraan ten grondslag ligt. En dan wil ik met u beginnen, Sylvana Simons. Als ik naar u keek een beetje, dan zag ik u veel ja knikken. Ik zag u ook veel schrijven. U heeft geluisterd naar het verhaal van Pieter Omtzigt. Deelt u zijn analyse in grote mate? Jazeker, ik deel die in grote mate. Ik heb daar natuurlijk zelf nog wel het een en ander aan toe te voegen. Maar dat wat ik nu hoor, dat vervult me aan de ene kant met afschuw. Als je zo'n relaas hoort en je hoort hoe de Nederlandse overheid huishoudt tegenover haar eigen burgers. Echt vermalen worden. Dan is dat niet alleen iets om je voor te schamen, maar iets wat mij als Nederlands burger ook echt zeer doet en angstig maakt. Tegelijkertijd, maar daar zullen we ongetwijfeld later nog over spreken. Dan ga ik even naar de aangedragen oplossingen. Daar kan ik me voor een groot gedeelte in vinden. Een aantal daarvan staan zelfs in het verkiezingsprogramma van Bijeen. Constitutioneel Hof bijvoorbeeld. Constitutioneel Hof. Ik denk dat is niet voor niets denk ik de eerste op het lijstje. Omdat die daar ook hoort. Om de tweezelfde redenen die, ik meen dat we elkaar mogen tutoyeren vanavond, die Pieter ook al aangaf, dus niet alleen toetsen van de wetten. Maar er gaat ook een preventieve werking van uit. Je wet moet ook wel goed zijn als je weet dat die getoetst kan worden. Maar natuurlijk hoor ik hier ook nog steeds een aantal blinde vlekken. Daar zou ik graag verder over spreken, omdat ik denk dat behalve het wat meer technische, wettelijke, zelfs juridische gedeelte van deze analyse. Er nog een andere analyse. Die u deelt? Die ik absoluut deel. Ja, precies. Ja. En ik ben ook ontzettend blij dat iemand die al zo lang in de Kamer zit en Den Haag zo goed kent, en dat die de moed heeft om dit op tafel te leggen. Mm-hmm. Dat is een compliment dat ik de heer Omtzigt, dat ik Pieter zeker moet geven. Ik denk dat je jezelf daar niet populair mee maakt binnen het Haagse. En ook niet misschien binnen de eigen partij. En dan ook nog in deze verkiezingsperiode. Wat dus alle respect daarvoor. Nou ja, wat ik eraan toe wil voegen is, dat gaat eigenlijk ook even terug naar het ontstaan van dit toeslagenschandaal. En ik ben blij dat we nu met z'n allen het ook een schandaal gaan noemen in plaats van een affaire. Daar zit een hoofdstuk voor. En dat hoofdstuk, ik begrijp ook ergens wel dat voor Pieter best ingewikkeld is. Dat heet de Bulgarenfraude. En ik was toen nog helemaal niet politiek actief. Ik ken de ins en outs niet. Wat ik wel weet, kort door de bocht, is dat er toen een... het jaartal vraag ik eventjes, wanneer dat ongeveer speelde. April 2013 werd het onthuld, in ieder geval dat het misging. Maar daarvoor was al de... die was in 2007 begon dat ongeveer. Wat? Nou, ik las in april 2013 onthulde RTL Nieuws op basis van een politierapport dat Bulgaren in Nederland via nepadressen op grote schaal dan zouden zorg- en huurtoeslag aan hebben gevraagd. En daarna kwam de fraudeopsporing, die is daarop aangescherpt. Die is natuurlijk naar aanleiding onder andere daarvan aangescherpt. Pieter? Nee. Dat is iets wat een aantal mensen graag in die volgorde wil laten zien. Mm-hmm. Het advies van de landsadvocaat op basis waarvan gehandeld werd, komt uit 2009. Mm-hmm. Dus de CAF-teams zijn in 2012 opgericht naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord. Nog voor de Bulgarenfraude uitbrak. En dus die Bulgarenfraude zal die CAF-teams zeker een soort morele steun gegeven hebben van we doen het goede. Maar de volgordelijkheid in de tijd is dat vanaf 2007 men niet de wet volgde. En de bescherming die in de AWIER zat, de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, niet aan burgers gaf. Dan kun je geen dure advocaat inhuren, omdat die zijn meestal bezig met de vennootschapsbelasting en niet met de toeslagen. Dan en die Bulgarenfraude komt pas later. Het is wel iets wat gewoon misgaat in de wetsbehandeling. Want de wet wordt in 2000... Het is een totale chaos, die wetsbehandeling. Ja. De wet wordt nog ingediend door Wouter Bos, wat ik net zei. De wet wordt ingediend in een demissionaire periode. Dus niet eens na de val vanwege Srebrenica, maar na de verkiezingen. Dus er zijn verkiezingen geweest. Het tweede Paarse kabinet is demissionair. Dient een wet in die best wel vergaand in. Want het gaat om het hele ombouwen van het kinderopvangtoeslagstelsel. Nou, niet een klein reparatiewetje, zal ik maar zeggen. Nou, dat eerste kabinet van Balkenende, dat komt daar niet aan toe. Die zijn met wat andere zaken bezig, hè, de LPF-perikelen. En het tweede kabinet Balkenende behandelt die wet. Maar die hebben ze helemaal niet bedacht. Dus het tweede kabinet Balkenende gaat hem veranderen. D66 denkt, dit doe ik niet. LPF blijft hem steunen. Het is één grote bende. En wat er dan ook gebeurt, is dat
De Polen en Bulgarije dan nog niet overigens, is dan wel toegetreden tot de Unie. Maar de arbeidsmarkt gaat pas in 2006, 2007 open. Maar dus niemand denkt te vragen wat gebeurt er met migranten. Maar nou, volgens mij is wat Sylvana Simons bedoelt, tenminste waar u naartoe hintte, is iets anders wat daaronder ligt, een houding. Een houding, want die tijdlijn is heel belangrijk. Dank voor de opheldering, ook naar mij, want ook ik hoorde meestal de andere versie. Ja. Maar feit blijft het volgende. Op enig moment constateer je dat je een systeem hebt dat gevoelig is voor fraude. Mijn conclusie zou zijn, we moeten dat systeem fixen. Met alles wat we nu weten, lijkt het te zijn geweest alsof de conclusie niet was, we moeten het systeem fixen, maar we gaan ons focussen op de mensen waarvan wij denken, die maken misbruik van dat systeem. En dat zijn twee heel verschillende dingen. En dan krijg je dus... je kunt niet anders dan concluderen dat de aanpak die deze ouders hebben ondergaan, dat was persoonlijk, tot op het bot persoonlijk. Die mensen moesten bloeden. Dat is waar mijn frustratie zit, in het ontbreken van de bespreking, al tijdens het grote debat. En ook eigenlijk wel in... We missen dat gewoon. Ook in de opdracht aan de commissie bijvoorbeeld. Dus we moeten dan een apart onderzoek laten doen door de autoriteit persoonsgegevens. Die ook weer eigenlijk heel technisch gaat kijken. Terwijl we het ook moeten hebben over dat wat onbesproken blijft. En dat is een attitude die daaraan onder... De autoriteit persoonsgegevens noemde na de werkwijze van de Belastingdienst discriminerend. Dat is nog net niet genoeg. Want we praten in Nederland best makkelijk over discriminatie. Dat mag niet, dat vinden we allemaal, omdat we ook allemaal slachtoffer kunnen worden van discriminatie. Maar racisme is iets heel anders. Mm-hmm. En etnisch profileren is een onderdeel van racistische overtuigingen. Dan kijk je dus specifiek naar een groep mensen en zegt, dat zou wel eens een groep mensen kunnen zijn op basis van het feit dat ze in een ander land geboren zijn, dat ze een dubbele nationaliteit hebben, of wat we in Nederland noemen een moeilijk uit te spreken naam. Ja. Dan krijgt het voor mij een andere dimensie. Misschien daarin, Pieter Omtzigt, vandaag ook, de commissie Bosman, die zei de spagaat van de uitvoeringsinstanties. Zij moeten én efficiënt werken, én de menselijke maat bewaken. Ze moeten én burgers helpen, én streng optreden tegen fraudeurs. Hoe kijkt u hiernaar in de zin, want volgens mij, en corrigeer me als ik het niet goed interpreteer, is een van de dingen hierin, in het moment dat wij constateren dat ergens fraude plaatsvindt, zijn er twee reacties mogelijk. Vanuit vertrouwen, waarbij je zegt, wij moeten ervoor zorgen dat de mensen die het goed doen, dat die de ruimte hebben om het goed te doen, en daarin accepteren we dat er ook iets misgaat. Of vanuit wantrouwen met het risico dat we een grotere groep raken dan we eigenlijk bedoelen of willen opsporen of vinden, omdat die willens en wetens dat doen. Exact. En dan is er ook nog een verschil tussen een grotere groep raken of een hele specifieke groep raken. En daar komt volgens u ook kleur, nationaliteit en klas. Ja. Ja. Er zijn een aantal dingen die hier misgingen. Ten eerste was er wel degelijk een aantal opvanginstellingen dat op randjes zat en er ook overheen ging. Dat kwam ook omdat de wet van alles toestond aan het begin. Dus je kon je open en open laten opvangen. Nou, daar valt niet tegen aan te controleren, want je kunt wel controleren op een groot kinderdagverblijf, maar je kunt niet per kind controleren bij de opvang. Dus of die urenstaten klopten, daar zei de ombudsman al vanaf het begin af aan van, niet te controleren. Maar wat gebeurde er? De verdachtmakingen zaten vooral aan het adres van die instellingen. En geloof mij, een aantal van die instellingen maakte er echt een puinhooi van. Maar die instellingen moesten aangepakt worden met strafrecht. En strafrecht biedt best wel een goede waarborg in dit land voordat je veroordeeld wordt. Bestuursrecht gaf eigenlijk geen rechtsbescherming. Dus de Belastingdienst gebruikte het bestuursrecht na afstemming met het OM en de FIOD. Houd dat even in de gaten, want het OM moet nu onderzoeken of er ambtsmisdrijven door de Belastingdienst gepleegd zijn. Maar het OM was zelf aanwezig bij het besluit hoe dit aangepakt werd. Dat is best wel problematisch in de rechtsstaat. Gingen ze het bestuursrecht gebruiken om deze mensen aan te pakken. Twee, in Nederland heeft de Tweede Kamer ook ingestemd met, aan het begin bijvoorbeeld, werden toeslagen uitgekeerd zonder enige controle vooraf. Nou, op een gegeven moment heeft ook de Kamer gezegd, ja, wij weten dat het wel wat lastiger wordt voor een aantal mensen als er wat meer controle vooraf is. Maar het lijkt ons niet onverstandig, want we hadden meer dan 100.000 mensen die een zorgtoeslag ontvingen en geen zorgverzekering hadden, om maar een voorbeeld te geven.
Maar het probleem is niet dat je als burger af en toe gewoon... Ik heb ook een keer zonnepanelen op mijn dak gezet. En de Belastingdienst belde gewoon op en zei... bewijs u maar even, meneer Omtzigt, dat u die zonnepanelen heeft. Ja, dat is op zich helemaal niks mis mee. Maar we hebben juist die rechtsbescherming dat wanneer de Belastingdienst iemand van fraude doet, dat je dan ook een redelijke manier hebt om te bewijzen. Maar klopt het? En dat is hier helemaal misgegaan. Maar ik ga toch nog één keer naar Sylvana Simons, voor ik ook naar Alex Brenninkmeijer ga. Is dit een antwoord op de vraag die u heeft, of de extra analyse die u wilt toevoegen aan het gesprek wat we nu voeren? Nee, en ik denk dat het allebei waar is. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met het of-of. Het komt niet alleen maar door de omstandigheden binnen regel en wetgeving en de mores in de Tweede Kamer en de mores bij Rutte en zijn vrienden. Maar het komt ook door het... Het is lastig om dat zo te formuleren. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het ontbreken van een antenne. Ik denk dat op het moment dat je een antenne hebt en al aan de voorkant weet op welke groepen bepaald beleid inderdaad het zwaarste zal neerslaan, en je voelt je meer dan verantwoordelijk voor die groepen, en ik zeg niet dat er niemand in de Kamer is die dat doet, dan ontvang je plannen en ideeën anders en kun je aan de voorkant al ingrijpen. En ik snap dat we achteraf moeten concluderen, het was chaos, er gebeurde van alles tegelijk, binnenlandse politiek, maar ook economische politiek. Inderdaad de volgorde van zaken. Maar ik blijf elke keer achter. En dat heeft ook te maken met het feit dat het geen onderdeel is geweest van de onderzoeksopdracht. Ik blijf elke keer achter met de vraag, waarom hebben we het daar niet over? Ja. We hebben het over wat er mis is gegaan procesmatig. We hebben het over de slachtoffer en de slachtoffers en het feit dat zij gecompenseerd moeten worden. Maar die slachtoffers hebben iets met elkaar gemeen. En daar moeten we echt bij stilstaan. Kunt u daar nog antwoord op geven? Maar vergeet even niet, als een bepaalde groep uit een bepaald land een bepaalde vorm van fraude pleegt, dan is het niet onlogisch dat de Kamer zegt, jongens, overigens lagen er toen rapporten, zowel van de FIOD... Dan is het niet onlogisch dat de Kamer zegt... Pak die vorm van fraude aan, controleer dat, ga achter die Bulgaarse bendes aan, ze kwamen toen met bussen... met 800 mensen hier naar Rotterdam om zich in te schrijven. Mm-hmm. Dus, ja, maar dat is eigenlijk exact wat ik probeer te zeggen. Ja. De conclusie is, ons systeem is zodanig gebouwd dat het voor buitenlanders heel makkelijk is om fraude te plegen. Dat is iets anders dan, we moeten in de fraudebestrijding ons focussen op mensen met een dubbele nationaliteit of buitenland. Nee, maar dat eerste is wel gezegd. En, een van de... Maar dat tweede deelt u? Ja, tuurlijk deel ik dat. Maar dat eerste is wel... Wat ging er mis bij de wetsbehandeling? Dat probeerde ik 2 vragen geleden aan te geven. Dat we toen, in 2002, maakten het Centraal Planbureau een inschatting wat het openmaken van de grenzen voor bijvoorbeeld Poolse arbeiders zou doen. En de inschatting was dat ze niet wisten of dat zou leiden tot een stijging van het aantal Poolse arbeiders in Nederland. Als je die memo nu leest, dan denk je, huh, hebben we dat niet gezien? Dus die wet is helemaal niet gemaakt... Behalve de SP was de enige partij die een beetje in het achterhoofd had... wij denken dat dat wel erger gaat worden. Maar niemand was bezig dat dit een groep was waar men op moest letten. Iedereen denkt, ja, er zijn ook nog 2000 Polen of zo die ergens werken. Nou ja, de kleine groep, regel wat, weet je. Het was niet een centraal probleem. Maar, en het tweede probleem was gewoon, als en daar ging het ook mis in die Rijksoverheid... als er een bepaalde vorm van fraude is... en RTL had toen meer vormen van fraude. Een andere vorm van fraude was... En die hadden ze een reportage uit Berkelland, en dat was lekker in de Achterhoek, waarbij niet getrouwde stellen ervoor zorgden dat een van de twee zich nog even weer ging inschrijven op het moment van de geboorte van het kind bij een van de ouders, zodat zoals de moeder als een alleenstaande ouder bekend stond. Nou, en dan krijg je 1000 euro extra subsidies aan alle kanten, kan ik je verzekeren. Dus er waren allerlei vormen van fraude die mogelijk waren in het stelsel, die niet goed door de Kamer behandeld waren, omdat we die wet niet artikel voor artikel behandeld hadden. Waarvan die Bulgaarse fraude de meest evidente was. En ook degene met dat beeld van die pinpasjes bij die Bulgaarse ezelkarren, waarvan iedereen dacht van ja jongens, maar dit is niet de bedoeling. Die aangepakt moesten worden en die werden niet aangepakt. Maar dan toch nog even heel kort, en dan wil ik echt naar Alex brengen, maar om het even helemaal duidelijk te krijgen. Ik hoor u zeggen, die antenne is niet goed afgesteld dat wij zien waar het beleid neerslaat. Ja. Daar bent u het mee eens? Ja. Ik ben het mee eens dat die antenne niet goed is. En dat is ook omdat wij in Den Haag onvoldoende contact hebben. Dat was het onderdeel van het kiesstelsel ook, met wat het met echte mensen tussen aanhalings doet. En niet mensen in een kookachtpaardje. Heel kort.
Dat neem ik aan. En tegelijkertijd weet ik dat mensen al heel lang aan de bel trokken. En zelf heel goed konden aangeven, hier klopt iets niet. Dan is die antenne weer niet goed aan het functioneren als die verhalen, als het zo lang duurt voordat er verbanden worden gelegd en die verhalen serieus worden genomen. Dat is denk ik een mooi bruggetje naar Alex Brenninkmeijer, de voormalig nationale ombudsman. U heeft ook naar de lezing geluisterd van Pieter Omtzigt. U hoort ook het gesprek hier. We proberen een analyse eerst nog te maken van wat is hier gebeurd en daarna verder te kijken naar de voorstellen. Wat is de belangrijkste bijdrage die u op dit moment wilt leveren van u denkt, volgens mij moeten we het hier ook nog over hebben of dit is wat ik hier aan interessant vind? Nou, de constatering, en ik denk dat die van beide anderen ook komt, dat de signalen niet worden opgepakt. En ik zou dat willen illustreren aan de hand van signalen die ik als ombudsman heb gegeven. In 2012 heb ik in Nieuwspoort een lezing gehouden. Die heette Een steen in de hofvijver. En die lezing komt ongeveer overeen met de hoofdlijn van van Pieter Omtzigt. Dus 2012 heb ik dat. En dat was niet de enige plek. Ik heb dat veel vaker in die tijd gezegd. In 2013 heb ik bij Buitenhof precies dat gezegd wat Sylvana Simons zegt. Namelijk, ik heb toegezegd, er zijn racistische tendensen in het openbaar bestuur in Nederland. En dat was op basis van mijn ervaring als ombudsman dat ik merkte hoe de algemene houding was, en ik zou die het beste als volgt willen omschrijven, als wat we doen in het nadeel werkt van mensen van kleur, ja, dat is een beetje het afbreukrisico. En men heeft nooit willen erkennen dat dat natuurlijk fundamenteel onjuist was. In 2015 heb ik weer een waarschuwing geuit. En je ziet dus dat die niet worden opgepakt. Ik heb in 2015 een stresstest rechtsstaat uitgesproken. Dat was mijn reden in Utrecht. Dat is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad. Toen heb ik gezegd, als je een stresstest toepast op ons rechtsstaat, zoals we dat doen op de banken, dan faalt Nederland. En dus dat was 2015. En in feite is nu duidelijk, en met Groningen, dat heb ik toen ook genoemd, maar zeker met de toeslagenaffaire, dat Nederland voor die stresstest niet slaagt. Dus maar dan, raken we, van, ja, dan ja. raken we wel aan een probleem. Want aan de ene kant zeggen we zagen al bij ouders, we zagen al bij mensen, die gaven al de signalen zelf aan. Die zagen het al, dat was niet voldoende om er iets aan te doen. Dan hebben we instanties als de ombudsman. Die zegt het ook, maar ook in uw periode was dat blijkbaar niet afdoende om erin een verandering af te dwingen. Hoe verklaar je? Nee. Alex eerst en dan Sylvana Simons. Ja, dat is oké. Okay. Nou ja, een aantal veranderingen wel, maar het is wel zo dat, en dat heeft Pieter Omtzigt nu ook heel goed omschreven, dat we leven in principe in een nette rechtsstaat, democratische rechtsstaat met een scheiding van machten. Maar die drie machten, en dat is een heel langdurig proces van tientallen jaren, die zijn samengeklonterd. En dat betekent dat de spanning uit het systeem is. En daardoor zijn er onvoldoende tegenkrachten. En op het moment dat de ombudsman zegt dit klopt niet, of de Rekenkamer zegt dat klopt niet, of de Raad van State in zijn advisering over wetgeving zegt dit klopt niet, dan wordt dat eigenlijk veel te gemakkelijk genegeerd. Ja, en wat ik daarover op zou willen aanvullen is, als we zeggen er zijn racistische tendensen, dan moeten we natuurlijk niet verbaasd zijn dat ze er zijn. Die zijn er al 400 jaar, als het niet langer is. Dus het is natuurlijk heel naïef om te denken dat je een staat opbouwt, een imperium opbouwt, met koloniën aan de andere kant van de wereld, waar je grondstoffen onttrekt en waar je mensen van kleur als minder ziet en ook zodanig behandelt, tot slaaf maakt of contractarbeider laat zijn. En dan verwachten dat dat niet doorwerkt in alle systemen die dit land maken. Als wij opgroeien met onbewuste en bewuste signalen dat de ene Nederlander meer waard is dan de ander, dan vind ik het niet raar
dat mensen dat je dat terugziet in dit soort resultaten. Mm-hmm. Dus het is zo pijnlijk om te benoemen dat we er ook heel snel aan voorbij gaan. Maar ik vind de gedachte dat ik als kind van een kolonie, kind van dit koninkrijk, mm-hmm. met een prachtige kleur in dit land woon en alleen al daardoor meer risico loop om verscheurd en vermorseld te worden door mijn eigen overheid, dat vind ik een angstaanjagende gedachte. Hmm. En met mij zijn er een miljoen of misschien wel miljoenen mensen in Nederland die zich zo mogen voelen na zo'n debakel. En dat is een van de wortels die we moeten aanpakken, maar dan moeten we het er op zijn minst wel over hebben. Ja, dus aan de ene kant is dat erkenning, aan de ene kant is dat zien, aan de andere kant is dat werken aan een overheid die iets goed te maken heeft richting ten eerste heel veel mensen en tegelijkertijd ook daarin stappen te zetten heeft die groter zijn dan een incident oplossen. Dat is een Nou, het is geen incident, want als we kijken naar het OM, de Belastingdienst, het UWV, de politie, de Amsterdamse brandweer, we weten dat er racisme voorkomt op de woningmarkt, in het onderwijs, overal. En wat wij doen is elke keer zeggen, oh, het gebeurt daar. Laten we dat aanpakken. Oh, kijk, het gebeurt daar ook. Laten we het daar aanpakken. Het is er. Het is continu aanwezig in allerlei verschillende contexten, vormen, uitingsvormen. Daar moeten we wel heen. Tegelijkertijd, als we nu kijken naar de Kamer, een van de dingen, u zegt in uw voorstellen, zegt u, we moeten zorgen dat die Kamer beter representeert. En dat is op regio, in kieskringen bijvoorbeeld. Hè. Dat is uw voorstel. Mm-hmm. Alex Brenninkmeijer, als ik naar u ga. Ik moet deze vraag even inleiden. Want ik heb uw plannen gelezen, ik heb uw boek gelezen en uw bijdrage, Alex Brenninkmeijer, aan een boek waarin u heeft geschreven dat de belangrijkste dingen, overeenkomst die ik erin zie, is dat de overheid en de analyse wordt vanuit een andere hoek gemaakt, maar de analyse is, overheid is niet in staat om het beleid en hoe dat uitpakt voor haar burgers op dit moment te zien. En Alex Brenninkmeijer, wat u daarin schrijft, is dat we ook een representatie-issue hebben in de Tweede Kamer, dat we moeten oplossen. Waarom is dat zo belangrijk? Want u schrijft dat in uw bijdrage, na al die jaren ombudsman zegt u dat daar, dat lijkt een, tussen aanhalingstekens, cosmetisch iets, maar dat is fundamenteel, zegt u. Ja. Waarom? Ja. Die representatie, dat gaat natuurlijk om diversiteit in brede zin. Een duidelijk aanknopingspunt is de verdeling man-vrouw. 30% is vrouw en dat is zeer hardnekkig, ook in de regering, ook in gemeenteraden, overal. Maar die diversiteit is natuurlijk ook wat Sylviane Simons zegt. We zijn allemaal gelijk, fundamenteel gelijk. En dat betekent dat de deelname van ieder aan het bestuurlijk stelsel natuurlijk gerealiseerd moet worden. Ja, bent u daarmee eens? Want als u de namen opnoemt, hè, we hebben Farid Assarkan genoemd, we hebben Renske Leijten genoemd, we hebben u genoemd. Dat zijn mensen die over politieke kleur heen gestapt zijn om dit aan te pakken met elkaar, niet waar? Nee, we zijn niet overheen gestapt, we hebben het redelijk kleurenblind gedaan. Door echt, dit is niet aangevlogen. En even, ook even voor hoe we dit zien. Er zit hier een die component aan van discriminatie. Maar die zit wel bij de kafzaken, die zit niet bij de reguliere terugvordering. Daar is echt alleen op bedragen teruggevorderd. Dat raakte wel harder mensen met een lager inkomen, omdat je dan eerder boven de grens van terugvordering komt, omdat je een hogere bijdrage betaalt. Maar mijn analyse is dat, als je denkt dat dit alleen een probleem is dat te maken heeft met etniciteit of mm-hmm. met racisme, dan hebben we het, dat is het niet. En dat is ook wat de commissie Bosman vandaag zegt. Dus ik zeg niet dat dat er niet is. Ik wil het dan even nog systemisch maken, want als we nou eens beginnen bij het leven van, neem maar heel even, als we nou eens beginnen bij het leven van een zwart mens in Nederland op school. En je wordt in groep 8 anders behandeld bij het krijgen van een onderwijsadvies. Mm. En je hele schoolcarrière is anders. En je arbeidscarrière is anders. En je komt terecht. En want op de arbeidsmarkt is het ook schering en inslag. Dus je komt terecht op een bepaalde plek in die op die arbeidsmarkt. Dan ga je kindertoeslag aanvragen en dan voor some magical reason word je daar ook nog eens een keer getroffen. Dan is dat zulk systemisch racisme dat niet per se zit in de wetgeving of de Kamer die niet goed oplet. Maar dat zit in ons hele systeem. Mm-hmm. Dus de reproductie van achterstand,
die door onze hele, die echt serieus op de lagere school begint, die maakt dat je uiteindelijk op die plek komt waar je ook nog eens een keer harder geraakt wordt. Pieter Omtzigt? Ja. Ik probeer aan te geven dat hier een probleem is dat echt niet alleen etnische groepen raakt. En, dat hoort even, u mij niet zeggen. Maar ja, maar de discussie wordt daartoe wel verengd. Dus ik zeg niet dat de problemen die hier ter sprake gebracht worden irrelevant zijn. Ik zeg de zaken die ik voorstel ter hervorming, die kunnen een deel van deze problemen oplossen. Maar er zijn een aantal problemen waardoor bijna iedereen in Nederland getroffen wordt. Tenminste degene die wat in de onderkant van de piramide zitten. Ja, die ook in Groningen, daarom, die ook in Groningen die opgaan. Die ook in Groningen speelt, die ook bij de BBZ problemen spelen. Bij absoluut. Die zelfstandigen. Ik voorbeeld dat ik net gaf over die partners in verpleeghuizen. Nou, dat is natuurlijk helemaal kleurenblind, maak je niet druk. En dat was nog veel herkenbaarder dan dit. Want wat hier gebeurde, was moeilijker uit te zoeken dan bij die partners in verpleeghuis, waar wij het wetsartikel natuurlijk binnen een uurtje gevonden hadden. Daarom kan ik me ook heel goed vinden in die team voorstellen. Maar denk ik dat je er wel nog iets aan toe moet voegen. Helder, ik wil naar een volgend punt. Alex Brenninkmeijer, als we kijken naar de voorstellen die Pieter Omtzigt doet, dan is er eentje die, denk ik, even uitgelicht moet worden. Dat is minder planbureaus en minder modellen. We hebben natuurlijk nu rond verkiezingstijd, de doorrekeningen zijn er, we zijn alles aan het... Hoe kijkt u daarnaar? Want ik kan me ook voorstellen als ombudsman in uw tijd zijn planbureaus een manier om houvast te creëren. He, want je kijkt naar zo'n rapport, je kijkt naar zo'n grafiek en je denkt, nu snap ik het. Volgens mij Pieter Omtzigt uitgelegd waar de problemen daarin zitten. Maar hoe kunnen we daar nou voorbij komen? Want tegelijkertijd zoeken we grip. Ja, nee, dat klopt. En die grip is natuurlijk ook makkelijk in een politiek discours. Je kunt, als je houvast hebt aan cijfers, kun je een bepaald standpunt verdedigen. Ik ben nu al jaren bezig met een pleidooi, met name ook in het sociale domein, dat als we wetgeving maken dat niet van de tafels komt van planbureaus, maar dat veel meer gekeken wordt naar hoe werkt het nou in de samenleving, hoe kun je daar het beste bij aansluiten, en dat er ook een andere dynamiek komt in het wetgevingsproces. Waarbij het punt wat meneer Omtzigt ook aanvoert, kan de Kamer wel zijn rol goed vervullen als wetgever? Ik ben het er van harte mee eens. Helemaal niet. De Kamer vervult niet een goede rol als het gaat om medewetgever. En dat is een essentiële taak. En dat betekent ook dat die binding, zeg maar, volksvertegenwoordiger, inhoud van de wet. Ja, in Nederland is die heel erg zwak. Ja, ja. Het zijn gedachtenbouwwerken die op de toeslagenwet, toen dat ingevoerd werd, zat de staatssecretaris Joop Wijn bij mij als ombudsman. En die zei, het is afschuwelijk en help mij dat ik niet zal vallen over de toeslagen. Ja. Dat was bij de invoering ervan. Dus je kon op dat moment al zien dat er hele grote problemen waren. Maar het was een politiek akkoord. Een ander voorbeeld wat ik geef. De sanctiestelsels. En de bestandskoppelingen. Want er is een ander schandaal wat hiervoor was. Dat was het ZZP-schandaal. Waarbij ZZP'ers beschuldigd werden van fraude. Dat was het onderdeel van een politieke keuze in het kader van de kabinetsformatie om te komen tot bestandskoppeling. En wij deden dat. Nou, dat ging helemaal mis. Pieter Omtzigt, in uw voorstellen, dat zijn voorstellen van de lange adem. Dat is niet iets wat we de komende maand hebben opgelost. Tegelijkertijd is er één voordeel soms in verkiezingen, dat dingen een beetje vloeibaar worden. Of misschien ook helemaal niet, dat denk ik dan maar een beetje van de zijkant. Maar mijn hoop is dan dat we onder uw aanvoering, of in ieder geval vanuit uw analyse nu in de Kamer. Nou, misschien komt u ook in de Kamer, misschien kunt u daar samen in optrekken. Wat zou nou het belangrijkste zijn om die dynamiek te doorbreken? Want ik kijk ernaar en ik zie een soort beukende dynamiek van politici die constant in de Kamer op spoeddebatten, op wetten, alleen maar over het doel hebben, niet de tijd hebben om nog een keer terug op een wet te blikken. 700 voorlichters, amper denktanks. Wat zou nou een eerste concrete stap zijn die we zouden kunnen zetten? En dat is natuurlijk een heel moeilijk antwoord, omdat het gaat juist om die combinatie van dingen. Maar toch, wat zou het nodig hebben om een klein doorbraakje in te maken? Ja, ik gaf net aan een aantal van die voorstellen is op zich op redelijk korte termijn in te voeren. Ik heb al lang een amendement in de Kamer ingediend om de Commissie Rijksuitgaven te heroprichten. Ik
heb al lang het voorstel om het reglement van orde zo te wijzigen dat... Bent u optimistisch dat dat voorstel er doorheen gaat komen? Ja, weet je, als ik optimistisch was dat ik dit zou oplossen, dan had ik dit ook nooit gedaan. Dus nee. Ik bedoel, en bepaalde dingen die Sylvana Simons hier voorstelt, dan wil ik ook Sylvana wel even uit de droom helpen. Dat ze denkt dat ze die in de eerste maand dat ze in de Kamer komt aangenomen gaan worden. Als je als politicus iets doet, alleen maar als je denkt dat iets aangenomen wordt, dan los je de fundamentele problemen van het land never, nooit, niet nee. op. Dus ik heb het ook gewoon opgeschreven met, ja, ik kan hier wel de hele tijd staan te beuken. Ja. En ik kan wel weer het volgende schandaal staan te beuken. Maar wat is nou de analyse die ik maak dat het anders moet? Ik zeg ook niet dat die 10 punten van mij perfect zijn, dat ze compleet zijn. Kom met aanvullingen, ik vind het allemaal prima. Maar zoals herinrichting van ons werk bij de Kamer is vrij eenvoudig. Een belastingombudsman oprichten is echt te doen. Een wet die de inspecties een onafhankelijk positie geeft, is te doen. Een kiesstelsel is al iets lastiger. Omdat je een kiesstelsel idealiter niet met een helft plus één van de Kamer wilt laten aannemen. Daar wil je echt ook een breed maatschappelijk draagvlak onder leggen. Kijk, zo'n wet over meer onafhankelijke dingen, die kun je nog vastleggen in een regeerakkoord. Een kiesstelsel, dan moet iedereen ook het gevoel hebben van, hé, ik ga niet snel een drempel invoeren van 4%, dan ben ik lekker van Forum af, of dan komt Sylvani in. Dan krijgen we andere discussies. Dat gaat heel snel vermengen. En een grondwettelijk hof, ja, dat duurt gewoon wat langer. Inspecties, een belastingombudsman, betere bescherming van klokkenluiders, dat zijn dingen die binnen een jaar te regelen zijn. Maar het is ook, en dan kom ik toch even op het woord antenne weer, het is ook een, in de Tweede Kamer het gevoel dat de Kamerleden snappen, of in ieder geval de cultuur hebben van wat is nou hetgene waarvoor ik in de Kamer zit en wat ik moet doen en wat is... Kijk, op het moment dat je nieuw in de Kamer komt, en misschien heeft u dat ook gemerkt in Amsterdam als u in de Raad komt, is het heel makkelijk om mee te gaan in de manier waarop het altijd al werkt. Terwijl we staan natuurlijk op een punt dat we zeggen, een aantal dingen werken fundamenteel niet. Moet er betere begeleiding voor de helderheid komen? We hebben toch vandaag een geweldig advies liggen van de commissie Bosman. En een van de dingen die in de commissie Bosman staat is, Kamerlid is ook gewoon een vak. Net zoals loodgieter een vak is, als leraar een vak is. Wij willen nu meer IC-bedden. Nou Thierry, volgende week kunnen wij 200 Precies. fysieke IC-bedden leveren. Het probleem is niet de IC-bedden. Het probleem is dat het 4 jaar duurt voordat een IC-verpleegkundige opgeleid is. Het zijn de mensen waar het probleem zit. Die fysieke infrastructuur, dat is te fixen in Nederland. Dat is bij Kamerleden ook zo. Degene die denken dat je binnen een jaar een Kamerlid bent, ja, hou maar op. En wat gebeurt er bij de commissie Bosman? De commissie Bosman zegt, we hebben meer ervaren Kamerleden nodig. Elk rapport zegt het. En bijna de hele commissie Bosman staat niet verkiesbaar op de lijst. Sylvana Simons? Gewoon even voor je beeld. Twee dingen. Ik denk dat we inderdaad betere begeleiding nodig hebben voor Nederlanders die zich in willen zetten in het democratisch proces en verantwoordelijkheid willen nemen in de politiek. Of dat nou in de gemeenteraad is, de Staten of in de Tweede Kamer. Dat denk ik zeker. Het is een rijdende trein. De dag dat je wordt beëdigd, geïnstalleerd. Nou ja, vanaf dat moment zit je op die trein. Dat is inderdaad zo. Maar we vergeten één belangrijke constante factor hierin. Kijk, ik zei eerder, de racistische tendens die in het Nederlandse handelen zit al zoveel 100 jaar, daar gelaten hebben wij natuurlijk wel te maken met een minister-president die zijn eigen doctrine heeft vormgegeven. En die veroordeeld is. En dat, je haalt me de woorden uit de mond. Het zeggen, dat die in 2007 veroordeeld is vanwege zijn racisme. Dus we hebben partijen in de Kamer die ondemocratisch zijn, 1 lid hebben. We hebben partijen in de Kamer van wie we toch met z'n allen langzaam maar zeker toch echt tot de conclusie kunnen komen dat daar fascistische overtuigingen leven en verspreid worden. En we hebben een minister-president die al eerder veroordeeld is wegens racisme. Maar tegelijkertijd, als je op maandag zeg maar aan je Kamerweek begint, dan krijg je die stukken binnen. Die moet je op dat moment duiden. En daar zit, los van deze analyse die u maakt, zit een stuk ambacht in. Absoluut. Waar de tijd voor moet zijn en de ruimte voor moet zijn om dat te leren. En dan, komt er ook de rol van de media aan te passen. Ja, want dat opgejaagde, dat komt natuurlijk ook omdat er heigerige journalisten... Ja, maar dat herkent u volgens mij wel? Dat herken ik helemaal. En de media is heel dubbel, omdat een gedeelte van de media in Nederland onder grote druk staat. Ja. Krantenredacties worden op 10 jaar ingekrompen. Onderzoeksjournalistiek, onderzoek helemaal. Maar ik zou nog even naar iets anders willen kijken. En dat is we hebben het vaak over de prikkels die op burgers zitten. Van als ik die prikkel geef, dan gaat de burger zo gedragen. Dat model, daar wil ik van af. Behalve op 1 ding. Kijk eens welke prikkels er op Kamerleden zitten.
Je kan bij je partij vaak alleen door als je vaak genoeg in het nieuws bent. Als je vaak genoeg iets scheelt. Kamerleden die het wetgevende werk doen, worden daar niet voor beloond. En worden vaak afgevoerd van lijsten. Als je voor burgers opkomt, kom je bijna automatisch in conflict met een aantal ministers. En dan kan je zeggen, daar wordt je bestaan niet leuker of gezelliger van. Zeg ik maar gewoon even met een beetje understatement. Als wij niet opletten, dat is waarom dat kiesstelsel, dat wil ik niet zozeer hervormen. Ik vind inderdaad ook dat het bizar is dat we het nu dreigt dat als de huidige peiling waarheid wordt, dan hebben we nog maar één Kamerlid uit Drenthe over. Dus we hebben dan alle vakjes ingevuld, man, vrouw, weet ik niet wat, maar er zijn hele grote gebieden in Nederland die niet vertegenwoordigd zijn, waar we ook echt even moeten oppassen. Maar belangrijker van die kiesstelselhervorming vind ik dat het meer de burgers en de lokale verenigingen van politieke partijen zijn dan de landelijke toppen die geven wie er in de Kamer komt. Zodat, ik bedoel, bij mij is het ook pas na 9 jaar in de Kamer radicaal omgegaan. Mijn partij zette me niet op de lijst. Dat was voor mij op dat moment het teken. Oké, voor wie zat ik hier? Oké. Maar dan vanaf dat moment ben ik mij ook anders gaan gedragen. En dan heeft het nog jaren geduurd om dat een beetje goed te kunnen doen. Alex Brenninkmeijer, we naderen een beetje het einde van het gesprek. Maar we proberen wel in die voorstellen. En volgens mij zijn het 10 voorstellen. Ik heb eigenlijk nog niemand gehoord die het niet eens is met de 10 voorstellen. Wel dat er aanvullingen misschien nodig zijn of dat er een gedeelte van de analyse mist. Alex Brenninkmeijer, vanuit uw ervaring. U hoort vaker, denk ik, nou, daar begon Pieter Omtzigt zijn lezing mee. Het makkelijkste antwoord is altijd commissies instellen en dan gaan we onderzoek doen. Er is 1 commissie, zei u, op dit moment nodig, maar verder de kritiek op de commissies is daar. Wat heeft het nou nodig volgens u om deze 10 voorstellen en misschien nog de extra analyse daarvan nou eens in het hart van de aandacht te krijgen de komende jaren? Want we hebben nu het boek van Pieter Omtzigt, we hebben nu een aantal mensen die hiervoor pleiten. We hebben de aandacht van het toeslagenschandaal, maar volgend jaar nieuw nieuws, nieuwe onderzoeken. Hoe zorgen we dat we dit op die agenda houden en wat is daarvoor belangrijk? Ja, 2 dingen. 1 is heel simpel, namelijk we krijgen straks een kabinetsformatie. Dat wordt een ingewikkelde kabinetsformatie. Bij die kabinetsformatie moet er een sterke nadruk leggen op de behoorlijke behandeling van iedere burger. En in het verlengde daarvan moeten er geen politieke akkoorden gesloten worden. Dat is al eerder door Cenk Willink aan de orde gesteld. Ja. Het is door de secretaris-generaal aan de orde gesteld. In het regeerakkoord moeten een aantal doelstellingen staan waarop partijen met elkaar willen samenwerken, maar niet allerlei concrete maatregelen. Dus niet de toeslagen moeten vervangen worden en dat moet zo worden. Absoluut niet. Dus dat is 1. En het zou te hopen zijn dat Mark Rutte, die wellicht in de koers zit om partijleider te zijn van de grootste partij na de verkiezingen, dat hij zich daartegen verzet. Dat hij gewoon zegt, dat gebeurt niet meer. En dat zou een kleine revolutie zijn in Den Haag. Het tweede wat ik noem, en dat is een heel lastig punt. Er is een staatscommissie parlementair stelsel geweest. Er liggen 10 punten van de heer Omtzigt. Wat we niet hebben, is iemand die de regie voert. Het gebeurt op allerlei plaatsen, komt er iets tevoorschijn. De lijst van meneer Omtzigt is de moeite waard om, zoals meneer Omtzigt zegt, misschien aan te vullen, misschien iets eraf te halen. Maar er moet een regisseur zijn, buiten de politiek, zeg ik ook, die ervoor zorgt dat ons politieke stelsel, ons constitutionele stelsel, versterkt wordt. Want er is 1 fundamentele stelling die ik verdedig en dat is het volgende. De democratie is heilig en de democratie heeft grote steun onder de Nederlandse bevolking. De politiek niet. En dat verschil tussen politiek en democratie is essentieel in die zin dat de politiek, hoe die nu functioneert, doet afbreuk aan een gezonde democratie, doet afbreuk aan de rechtsstaat. Mm-hmm. Nou, en daar moet fundamenteel buiten de politiek ook over nagedacht worden. Ja. En een van die voorstellen is een grondwettelijk hof natuurlijk, dat daarin een scheidsrechter kan zijn op het moment dat we toetsen, maar ook de belastingombudsman is een, maar dat zijn eigenlijk versnipperde regisseurs
Of zegt u zoals... Ja, dit vind ik een lastige. Daar moet ik gewoon even over nadenken als je het niet erg vindt. Want je dat mag, laat fijn. Iemand buiten het politieke proces, terwijl het wel politieke keuzes zijn die je maakt. Een kiesstelsel is bij uitstek een politieke keuze. Is geen ambtelijke of is geen bureaucratische keuze. En een staatsrechtelijke keuze. Is een staatsrechtelijke keuze. Die gaat over de staatsinrichting. En daar gaan dus regering en parlement over. Daar gaan eigenlijk niemand anders over. Ik moet wel zeggen, de manier waarop we met de commissie Remkes, dat is die staatscommissie waar Alex het over heeft, omgegaan zijn, is ook een beetje slordig. Ook de manier waar die opgezet is. Dan ligt er een goede analyse en eigenlijk wordt die analyse gewoon, wordt er niet gezegd, nou wat delen we nou van die analyse, wat delen we nou niet van die analyse, wat doen we ermee? Mijn voorstel tot grondwettelijk hof en zijn voorstel, nou daar zit heel weinig licht tussen, hè? Kiesstelsel zit een beetje licht tussen, maar ze zitten er allemaal wel in. De analyses liggen er al lang. Ik denk dat het in een regeerakkoord moet. En ja, misschien hoop ik dat de uitzonderlijke situatie van de huidige pandemie ertoe leidt. Kijk, we hebben absurde begrotingsdiscussies gehad afgelopen augustus. De vier politieke partijen gingen elkaar houden aan tot de miljoen nauwkeurig wat we in 2017 het lijstje ingevuld hadden. Alsof we niet midden in een pandemie zaten met een enorm begrotingsakkoord en wat dan ook. Zaten we onze hobby's nog uit te voeren. Dus we hebben ook de ultieme aanleiding om te zeggen, er is zoveel onzekerheid. Het idee dat wij tot de laatste miljoen gaan invullen hoe we er over 4 jaar bij staan. Joh, zullen we eens even normaal gaan doen met elkaar. Dus ik hoop dat we die ook aanpakken en die onzekerheid ook doen. Maar ik verwacht daar weinig van als parlementariërs niet onafhankelijk kunnen zijn ten opzichte van een eigen regering. Ja. En daarom is dat voor mij eigenlijk misschien wel het belangrijkste punt. Een van de redenen waarom ik zo kon doen wat ik deed, ik zeg het maar heel bot, was omdat er 75 leden van de coalitie waren en 74 van de oppositie. Dus ik had in één keer een positie waarin ik kon zeggen, uw zetel deed het toe. Doe eens even. Ja. Maar onder normale omstandigheden heb je een regering met 85 Kamerleden. Dan moet je er 11 bij elkaar sprokkelen die hun carrière op het spel willen zetten. Ja, ja nou, dan wil ik wel zeggen wat er gebeurt. Mag ik daar de laatste aansluiten? Ronde in? Ja. Laatste keer. Laatste bijdrage. Dat is nou exact de reden dat bijeen bestaat. Want er is behoefte aan nieuwe politiek. Niet het voortzetten van het status quo. Daarom heb ik moeite met onder andere vaderlandse media die vooral het status quo uitlichten, laten zien en eigenlijk daarmee ook in stand houden. Het betekent dat er... Kijk, we hebben ook hier weer technisch gezien ruimte voor nieuwkomers. Maar de drempels die worden opgeworpen om überhaupt mee te doen aan verkiezingen. Daar moet volgens mij dan ook daarom ben ik blij dat u hier bent om dat uit te leggen. En ik ben blij dat ik ook eens ergens welkom ben. Maar het allerbelangrijkste is die attitudeverschuiving. Is die attitudeverschuiving die zo diep verankerd zit in de mores, die leidt tot een Rutte-doctrine, die leidt tot een blinde vlek als mensen aangeven, hallo, ik zit in de problemen. Of je die kunt afdwingen, weet ik niet. Wij stellen een ministerie van Gelijkwaardigheid voor dat het niet alleen kijkt naar kleur, gender, maar ook naar leeftijd, hoogopgeleid, laagopgeleid. Als regisseur van de vraag van Alex Brenninkmeijer misschien. Dan? Waarvan je ook weer kunt zeggen, nou, is dat wel buiten de politiek genoeg? Maar ik heb mij voorgenomen om zodra de feestvreugde een beetje is ingedaald na het behalen van ons, of na onze entree in de Tweede Kamer, om dan eens met Pieter koffie te gaan drinken. En hier nog eens verder over te praten. Want ik denk echt dat het nodig is. Zeker een aantal van de ideeën. Hè. En u ziet mogelijkheden om daarin een aantal punten samen op te trekken. Nou ja, we kunnen altijd kijken waar we komen. En het is sowieso denk ik goed om in plaats van de debatdiscussie die mooie one-liners oplevert bij de talkshows en in het nieuws, om met elkaar een discussie of in ieder geval een gesprekscultuur te ontwikkelen, waarbij je werkt aan wat is goed voor dit land. Dat hebben we vanavond geprobeerd. U neemt het aanbod aan. Dat is dan ook, die koffie mag je altijd komen drinken. Van harte welkom en daar zal ik voor zorgen. Maar dit was dan ook wel weer het laatste normale verkiezingsdebat. Want vanaf nu gaan wij lekker weer de spelshows doen. 8 lijsttrekkers binnen een uur op rode knoppen drukken, op groene knoppen drukken. Ja. Om te zeggen dat je met 1 druk op de knop de problemen op de woningmarkt hebt opgelost. Of het begint al bij de stemwijzers. We versimpelen het zodanig. Als je echt denkt dat het zo makkelijk was, dan had zelfs deze regering de problemen van dit land al lang opgelost. Ja, maar die is niet op zoek naar het oplossen van de problemen. Daar kunnen we het al een keer over hebben. Maar het idee dat we nu weer een fase ingaan. Dat vind ik de allermoeilijkste fase van zo'n campagne. Ja. Daarom heb ik dat boek ook geschreven van, joh,
Als je wilt weten wat ik vind, doe het. Ik heb ook een aantal papers online staan. Als je denkt van ik wil niet betalen voor een boek van een politicus die ik moet kiezen. Ook helemaal prima. Maar problemen van dit land zijn weer barstig, lastig. Zo zijn politieke problemen. Daarom hebben we een voltijds Tweede Kamer. Ik zie daarin nog een overeenkomst tussen u beiden. Sorry dat u in die zin weinig rekening houdt. Ja, avondklok naar huis. Dat nou ja, precies. Goed, we gaan afronden. Nou, dat Enschede, jongens, echt. Dat gaat u net niet meer halen. Hè? Maar in die zin zie ik nog een overeenkomst dat u beiden zegt wat u vindt. En daarin niet altijd nadenkt hoe de anderen daarnaar kijken. Maar politiek bedrijf is ook gewoon opkomen voor idealen. Ik hoop trouwens wel dat Alex Brenning mij dan ook voor het kopje koffie uitgenodigd dat is vanuit Luxemburg. En ik hoop dat u er ook fysiek bij bent. Voor nu wil ik u allen heel hartelijk danken. Ik wil Sylvana Simons danken voor het luisteren naar de lezing en daarop reageren en met ons het gesprek aangaan. Alex Brenninkmeijer vanuit Luxemburg voor uw bijdrage hieraan en Pieter Omtzigt voor de voorstellen en de uitleg die u hier wilde geven. En ik hoop dat we dit soort gesprekken veel meer gaan voeren. Omdat die komende 2 weken de verkiezingstelevisiedebatten komen er weer aan. En volgens mij is iets meer tijd ook wel lekker. Dus laten we dat vooral koesteren met elkaar. Voor nu u heel veel dank voor het kijken. Sprekers, dank voor hun deelname. En graag tot de volgende keer. Dank jullie wel. Jullie bedankt voor de organisatie. Ja, dank.